Hallo, goedenavond allemaal. Allereerst even een kleine huishoudelijke mededeling voor iedereen in de zaal. Of jullie alsjeblieft jullie mondkapjes op wilden doen, ook al zitten jullie. Ja. Nou, mijn naam is Evelien en namens de organisatie wil ik jullie allemaal van harte welkom heten bij het Tilburgs Studentendebat. Voordat we met het debat gaan beginnen, zou ik eerst graag het woord geven aan onze rector magnificus, Wim van der Donk. Ga toch maar even hier staan, dan is de anderhalve meter in het kapje ook meteen geregeld. Dames en heren, zeer van harte welkom in de prachtige aula van onze prachtige universiteit. Wij zijn heel trots dat wij vanavond jullie mogen ontvangen. En ik wil allereerst beginnen met een groot compliment aan degenen die vanavond het debat met elkaar gaan voeren. Jullie gaan op voor de verkiezingen van onze gemeenteraad. Voor een stad die bloeit en bruist, staat vol kranen. Maar het zal ongetwijfeld beter kunnen, daar gaan we vanavond van alles over horen. Maar geweldig dat jullie je beschikbaar stellen. We maken deze dagen natuurlijk in de wereld mee dat democratie, rechtsstaat, democratie niet vanzelfsprekend is. Dat we allemaal straks kunnen gaan stemmen, ik ondersteun die oproep, om onze volksvertegenwoordiging te kiezen. Die namens ons vorm mag geven aan onze stad, die inderdaad ook, zeg ik namens de universiteit, ook onze stad is. We hebben net nieuwe plannen vastgesteld tot 27. Ik heb gezien dat de raadsperiode in 26 eindigt. Dus we gaan samen bouwen aan de stad en ik hoop ook aan de universiteitsstad. Weaving Minds and Characters. Toen ik het boekje aan de burgemeester liet zien, zag hij de T al staan. Het is natuurlijk een mooie verwijzing naar de geschiedenis, de textielgeschiedenis van onze stad. Een stad die zich opnieuw moet uitvinden, elke keer weer. En ja, de gemeenteraad van Tilburg, het hoogste gezag, namens ons allemaal gekozen, geeft vorm aan die stad. Trots ben ik ook, zeg ik als tweede, op magister Juribes, de fractie Front, de studentenraad, die dit vanavond heeft georganiseerd. Dat is fantastisch om te zien. Ik vraag eigenlijk al een applaus voor al die besturen en die medewerkers voor en achter de schermen die dit mogelijk hebben gemaakt. Want dit zijn, dames en heren, de studenten van de generatie die met corona, we zitten nog met die kapjes op. Ik noem ze altijd de generatie van de weggegooide draaiboeken. Alles moest anders. En toch elke keer met veerkracht. Het was niet leuk de afgelopen jaren. We hebben veel geleerd. Het was niet altijd leuk, sterker nog. Het is echt niet leuk geweest voor die besturen vaak. Maar dan zie ik met grote bewondering dat jullie de veerkracht en het engagement opbrengen om ook zo'n avond als vanavond weer te organiseren. Diep respect daarvoor. Dank aan jullie dus. Bewondering voor jullie. Dank aan de studenten, maar ook aan u, allemaal hier en thuis, die dat debat gaan volgen vandaag. Met een moderator die daar volgens mij het nodige vuur in gaat leggen. We zijn zeer blij ook met jouw komst. En ik wil eigenlijk afsluiten met drie dingetjes. Wij dachten, als je dan toch hier bent en je hebt de invloedrijke mensen uit de stad hier aan de tafel, dan hebben we ook nog wel wat te zeggen. Ik zou zeggen, we hebben eigenlijk maar drie prioriteiten. Studentenhuisvesting. 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 Maar we hebben ook nog wel wat meer te vertellen. We hebben eigenlijk voor jullie, om het iets makkelijker te maken, eigenlijk alvast wat alinea's van het bestuursakkoord geschreven. Dat gaan jullie straks, wie dat zullen we zien, samen maken. Ik ga ze niet helemaal voorlezen, dat is nu te veel tijd. Maar in essentie komt het op het volgende neer. Wij willen een universiteit zijn die zich verbindt met de economische en sociale ontwikkeling van deze stad. Hier wordt kennis ontwikkeld. Maar we zijn er ook om die kennis impact te laten hebben in onze stad. En we zien uit naar de samenwerking. We willen een stad zijn die sociaal veilig is. Daar werken we hier binnen de universiteit aan, maar ook samen met jullie in de stad. Een stad die inclusief is en juist daardoor ook economisch succesvol zal zijn. En tot slot, maar die had ik eigenlijk al een beetje verraden, studentenhuisvesting. Studentenhuisvesting, studentenhuisvesting. Dames en heren, ik hou ze even omhoog. Om ze u nog eens een keer goed te laten zien. Ik weet dat de letters van hier niet te lezen zijn. Maar daarom zullen we zorgen dat op het stadhuis ze in grote druk voor jullie beschikbaar zijn. Vergeet niet, het is een boodschap voor jullie. We hopen dat jullie in het debat er mogelijk ook aandacht aan besteden. Ik heb gezien dat het goed is voorbereid. Ik zal ze hier maar aan jou geven, omdat je de volgende net voorgezet. Neem ze mee.
Doe er wat moois mee. En ik zou zeggen, heel veel succes allemaal. En allemaal evenveel. Dank u wel. Goedenavond u allen. Ik wist zelfs niet dat we op een lobby-evenement van de Universiteit van Tilburg, of de Tilburg University, waren. Nee hoor, dat is geen probleem, dat staat u vrij uiteraard. Goedenavond, welkom bij het Tilburg Studentendebat. Mijn naam is Thomas van Groningen en mij is gevraagd om dit debat te leiden. Ik ben overigens zelf student geweest in Tilburg, geen diploma. Dus ik wil dat toch even gezegd hebben. dat u niet denkt van, nou ja, wat een succesvolle studentenstad. Ik woon er nog steeds, ik ben er na mijn studie blijven hangen, ondanks mijn werk in Den Haag en in Hilversum nu. Maar ik heb ooit 3 maanden in Amsterdam gewoond na mijn studie in Tilburg. En toen dacht ik, nee, ik moet echt heel snel weer terug naar Tilburg. Dus dan weet u, als je eenmaal verliefd wordt op zo'n stad, dan blijf je. En dat geldt volgens mij ook voor de mensen hier achter mij. Ik moet eerst even magister JFT en Juribes bedanken voor het organiseren. Vanavond is het ook al even gedaan door de heer Van der Donk. Fractiefront en de Studentenraad Tilburg. En ik moet ook even vermelden dat het mede mogelijk gemaakt is vanavond door de gemeente Tilburg, de universiteit, Studium Generale en de Vereniging voor Bestuurskunde VB. Dank ook aan hen voor de mogelijkheden vanavond. En dan beginnen we even met de aanwezigen vanavond en ook een afwezige. Nou had ik gehoopt dat ik naar een lege stoel kon wijzen. Dat is niet gebeurd, want die is heel handig weggehaald. Maar Hans Smolders, van toch de grootste fractie in Tilburg, zou hier vanavond zijn. Is helaas ziek en kon daarom niet aanwezig zijn. Maar ik wil het toch even benoemd hebben, voordat mensen denken, god, dit is misschien een gekke afspiegeling van de Tilburgse politiek. Er klopt iets niet. Ja, de grootste partij ontbreekt en kon ook geen vervanger meer sturen. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Het concept is simpel. We hebben stellingen die gaan over thema's die studenten over het algemeen belangrijk vinden. En de studenten hier in de zaal, maar ook die thuis, die kunnen meedoen aan dat debat. We hebben namelijk een scherm hier achter mij, daar kan je op zien. Je kan zelf meestemmen, dan moet je even aanmelden. Ik geloof dat we dat kunnen laten zien waar dat technisch kan. Als ik even kijk naar ja, dan moet je een QR-code doen of je gaat naar een URL en dan vul je dat nummer in. En dan kan je dus meedebatteren. En je kan dan ook vragen stellen, geloof ik. Maar dan komen die stellingen, die zie je daar ook. En we doen dat even bij het begin van iedere stelling. Doen we even mee. En is leuk, dan weten we een beetje wat de Tilburgse student nou eigenlijk vindt van de dingen die we vanavond bespreken. En of de partijen op het podium een beetje meedenken met die studenten. Maar het gaat dus bijvoorbeeld om criminaliteit en veiligheid. Het gaat over internationalisering en over studentenhuisvesting. Meneer Van der Donk, gaan we het over hebben. U bent gehoord. Er is 1 stelling die zelfs 2 keer voorkomt. Die gaat over die studentenhuisvesting, omdat het zo'n belangrijk onderwerp is. En we toch ook alle partijen daarover willen horen. Maar we debatteren maar met maximaal 4 partijen tegelijkertijd. En in enkel geval zelfs met wat minder. Aantal belangrijke regels, ik wil ze toch even noemen. Begin van iedere stelling 30 seconden de tijd om even neer te zetten wat je van een bepaalde stelling vindt. Daarna gaan we gewoon debatteren. Probeer elkaar dan niet te veel in de reden te vallen. Het mag wel, maar door elkaar heen praten, dat mag niet, want dat kan niemand volgen. Maar dat is volgens mij in de Tilburgse gemeenteraad ook zo. Zullen we gewoon beginnen met een voorstelrondje? Is dat een goed idee? Ik heb hier de microfoon, ik geef hem even van u. Van het CDA, Anders Julius Veldhoven, vertel even. Moet ik hem ook aanzetten? Ja, hij staat aan. Kijk, zal ik er even bij gaan staan? Is dat handig? Ik mag erbij gaan staan. Oké. Heeft u hier gestudeerd toevallig? Ja, daar wou ik mee beginnen, want ik vind het wel heel mooi dat ik hier kan starten met onze reeks debatten, want dit is ook precies de plek waar het tussen Tilburg en mij begon. Ik ben ooit naar Tilburg gekomen om hier bestuurskunde te studeren. Heel veel geleerd, heel veel plezier gehad. Zeker ook bij Juribes, een van de verenigingen die dit vanavond organiseert. Ook een beetje verliefd geworden op de stad. Inmiddels 3 echte Tilburgers op deze wereld gezet. Ik zit sinds 2 jaar namens het CDA in de gemeenteraad van Tilburg. CDA, de partij die zich landelijk altijd tegen het leenstelsel verzet heeft, wil ik toch nog even melden bij mijn intro. En gelukkig inmiddels met succes. En hier in Tilburg zetten wij ons ook in voor 3 speerpunten. Die hebben iets meer variatie. Wij willen dat je veilig over straat kunt als student. We willen dat je hier ook een goed thuis vindt, dus een woning. Maar vooral ook een bruisend levende studentenstad. Dat was het. Heel goed. We doen het als een volgorde van alfabet. En dan in de partijnaam. Dus mocht je dan denken, je begint al bij de grootste, maar we doen het even dus op alfabet. Ik ga door naar Jort Molenaar van D66. Ga vooral staan. Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Jort Molenaar, de nummer 6 van de D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen van aankomend jaar. Ik ben afgelopen zomer van deze universiteit afgestudeerd. Ik heb hier internationaal recht en bestuurskunde gedaan. En ik dacht dat ik toen mijn laatste spannende moment hier had gehad. En een half jaar later sta je er weer. Zo kan het gaan. Ik vond het typisch dat Wim
de passages uit het bestuursakkoord aan ons heeft gegeven. De D66 is al 8 jaar de grootste coalitiepartij in Tilburg. En veel van de dingen die we in Tilburg de afgelopen jaren hebben bereikt, komen van de hand van de D66. Aankomende 4 jaar willen we ons in gaan zetten voor meer studentenhuisvesting. Een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is, inclusief geestelijke gezondheidszorg. En een studentenstad die bruist met culturele evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn, met name voor studenten. Was je van plan trouwens om in Tilburg te blijven wonen? Toch wel handig om te weten. Dat is verplicht als je de gemeenteraad in. Nee, maar dat was je ook wel echt van plan ook voor de... Nou goed, ik was het in eerste instantie niet van plan. En ik ben uiteindelijk tijdens mijn studententijd er een beetje voor gezwicht. Ik ben actief geweest bij Front en ook magister. Ik heb uiteindelijk een bestuursjaar gedaan bij Plato als voorzitter. En toen raakte ik zo verweven met de stad dat ik daar wel... Maar de garantie die wilde ik even vragen. De garantie is dat als je verkozen wordt dat je blijft. Anders blijf ik ook. Dat dan anders blijf je ook. Okay, anders blijf ik ook. We gaan door naar GroenLinks, Dwayne Heuvelmans. Goedenavond allemaal, mijn naam is Dwayne Heuvelmans. Ik ben raadslid voor GroenLinks en ben ook de nummer 6 voor onze lijst. Ik heb hier ook gestudeerd, ik heb ook bestuurskunde gedaan. Dus het is van een soort van eenheidsworst hier aan deze kant van de tafel. Ik heb ervoor ook nog een jaartje sociologie gedaan. En in die rol ben ik ook voorzitter destijds geweest van mijn studievereniging. Ook nog kandidaat geweest voor de universiteitsraad. Niet voor Front, maar voor fractie SAM. Dus helaas. GroenLinks is trots op Tilburg omdat wij echt een onderwijsstad zijn. Dat zijn we echt in hart en nieren. En wat ons betreft wil ik daar de komende jaren in blijven investeren. Dat betekent in ieder geval, vinden wij, dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de basis op orde is. En wat vinden wij in ieder geval? Dat er de komende jaren geïnvesteerd moet worden inderdaad in meer, maar ook een betaalbare studentenhuisvesting. We blijven investeren natuurlijk in natuur en in groen, zodat iedereen kan bewegen en ontmoeten en kan genieten van onze prachtige stad. Maar we vinden ook inderdaad dat Tilburg moet blijven inzetten op een bruisende stad met veel kunst en cultuur, evenementen, festivals. Om Tilburgers en studenten, maar ook inderdaad starters die na een studie willen blijven wonen, te behouden. Dankjewel. Helder. Doe me het microfoon doorgeven zo. Ik geef hem even door. Ja. Meneer Van Aarle van Lokaal Tilburg. Ja, gewoon Frans, dankjewel. Gewoon Frans, ja, dat is ook een leuke partijnaam geweest. Nou, de partijnaam is Lokaal Tilburg, lijsttrekker en op dit moment fractievoorzitter. Zit 8 jaar in de raad. Ik heb ook een linkje met de universiteit. Mijn zoon Stefan is hier wel afgestudeerd. En ik heb ook nog een commercieel, een commercieel linkje, want ons bedrijf is ook een van de huisfotografen van de universiteit. Dus als jullie gaan promoveren, dan is de kans groot dat een van mijn medewerkers dat gaat vastleggen op de foto. Dus dat is even het linkje met de universiteit. Lokaal Tilburg is de grootste democratische lokale partij in de stad, met ruim 100 leden. En wij staan inderdaad ervoor dat studenten ook inwoners van onze stad zijn. Net zoals al die andere Tilburgers. Met dezelfde rechten, maar ook dezelfde plichten. En Lokaal Tilburg, die wil eigenlijk hetzelfde als jullie allemaal willen. We willen gewoon een fijne stad om in te wonen. We willen inderdaad een goede onderwijsinstelling waar je goede opleiding kunt volgen, carrière kunt maken en een baan kunt vinden, goede woonruimte kunt vinden en inderdaad gezond en gelukkig kunt leven in een veilige leefomgeving. Dat is waar Lokaal Tilburg voor staat. En wij zijn inderdaad heel belangrijk in het inwoners centraal stellen in de raadzaal. Helder. Stefan Jansen, Partij van de Arbeid. Dankjewel. Gewoon Stefan, overigens gewoon Stefan, niet de zoon van Frans van Aarle. Moeten we ook heel de avond gaan toetraaieren? Nou goed. Ja, zeker. Zeker. Namens Partij van de Arbeid aanwezig, nummer 2 van de lijst. Geboren en getogen Tilburger. Zoals wij in deze tijd al zeggen, gewoon een echte kruik. De groen-oranje sjaal zit in mijn tas die ik bij me heb. Ik ben opgegroeid hier niet zo ver vandaan. Ik ben eigenlijk, heeft alles ongeveer hier afgespeeld. Ik werk hier namelijk ook niet zo heel ver vandaan als advocaat, arbeidsrecht. Maar ik heb hier niet gestudeerd. Ik ben namelijk geboren en getogen in Tilburg. En elke student kan ik aanraden om zijn eigen stad te verlaten. En dan een andere stad van Nederland kennis en kunde op te doen. Ik heb wel rechten gestudeerd. Heel actief geweest bij de zustervereniging van Magister, JV Nijmegen. Ik heb ook 10 jaar gestudeerd. Dus dat is dan wel weer het mooie. Dat kon nog. Hè. Tegenwoordig hebben we die verschrikkelijke studieschuld die wij overigens PvdA mee hebben veroorzaakt, maar ook mee willen oplossen nu. Laat ik daarmee beginnen. Eerlijke politiek is ook goede politiek. En tot slot, lokaal. Waar staan wij voor? Wij staan voor een thuis voor iedereen en een fatsoenlijk leven voor iedereen. En een fatsoenlijk leven voor iedereen is voor ons een heel belangrijk punt, dat de kansen die wij krijgen als studenten, bij tot nu toe volgens mij allemaal hoogopgeleiden hier, dat we die kansen aan iedereen gunnen in onze maatschappij en ons daarvoor inzetten. Helder. We gaan door naar de Partij voor de Dieren. Pam Wijnands, vertel. Ja, mijn naam is Pam Wijnands. Mijn link hier met Tilburg is
ja, nu doet hij het. Dat ik hier nog steeds studeer. Dus ik ben nog steeds deeltijdstudent. Ik doe nu mijn master klinische psychologie. Heel wat anders dan de andere mensen hier hebben gedaan. Mijn ambitie was dus ook nooit per se om de politiek in te gaan. Ik ben erin gerold vanwege de kernwaarden van de partij waarvoor ik sta. Ik sta hier namelijk namens de Partij voor de Dieren. Ik ben nummer 2 op de lijst. Wij zijn de enige partij die vandaag aanwezig is die nog niet in de raad zit. Dus het is voor ons heel interessant en heel leuk om te kijken wat het allemaal gaat brengen. Waar wij als partij voor staan is een totaal andere beleidsvorming. Een totaal andere kijk op de wereld. Wij willen namelijk af van het mens centraal denken en ecocentraal gaan denken. Dus alles binnen de draagkracht van de aarde. En wij zorgen daarom heel goed voor dier, natuur en milieu. En dat is eigenlijk de rode draad in ons hele programma. En dat zal ik vandaag verder toelichten. Helemaal goed. Helma Oosterbos, SP. Ik ga even naar de andere kant zo. Dankjewel. Ik ben Helma Oosterbos van de SP. Ik zit inmiddels 8 jaar in de politiek, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Ik heb hier niet gestudeerd. Best wel verfrissend als ik dat hier hoor. Maar ik heb op de katholieke leergang gestudeerd. Dat is al een tijd geleden. Volgens mij bestaat het niet meer, maar goed, maakt niet uit. Ik ben zelf moeder van 3 studenten. 2 in Utrecht en 1 in Eindhoven, niet hier. En onze SP staat, ik hoor hier al een paar keer, Tilburg moet een bruisende stad zijn. En ook de SP vindt dat het een bruisende stad moet zijn. Maar wat is een bruisende stad? Die is pas bruisend als echt iedereen mee kan doen. En iedereen, dan bedoel ik ook mensen met een kleine portemonnee moeten mee kunnen doen. En de SP staat voor dat mensen niet in armoede leven, kinderen niet in armoede opgroeien, dat we allemaal een betaalbare woning hebben in een fijne wijk en dat we de zorg krijgen die we nodig hebben en niet hetgeen wat betaalbaar is, dus dat het gebudgeteerd is. Dat is waar de SP voor staat, voor een sociale, groene stad, een inclusieve stad waar iedereen mee kan doen. Dankjewel. En door naar de VVD, helemaal goed. Ja, voor dat naast de tafel, helemaal goed. Meneer Van Stappershoek is goed hoor. Ja, ook. Prima. Ik ben Niels, ik ben 31 jaar. Ik mag lijsttrekker zijn voor de Tilburgse VVD. Ontzettend tof om te doen. Ik kom uit Tilburg, ben hier geboren en getogen. Heb hier ook mogen studeren aan deze mooie universiteit. Heb ook op kamers gezeten. Weet dus ook wat Tilburg voor studentenstad kan zijn. De afgelopen 2 jaar hebben jullie dat niet in de volte kunnen ervaren. Ik zie nu alle mondmaskers ook weer voor je. Ik ben blij dat we dat straks ook met z'n allen letterlijk af kunnen gaan doen. Ik ga nog niet te veel in op ons programma. Hè. We hadden maar 30 seconden. Bij ons is afspraak ook afspraak. Ik zie alle partijen al meteen 30 minuten hun verhaal dat vertellen. Viel mee. Ik gaf een beetje ruimte. Maar... Nee, dat moet. Het is ook geen verwijten, Thomas. Ik wens jullie vooral heel veel plezier ook vanavond. En veel wijsheid na dit debat als jullie straks gaan stemmen. Ik hoorde hier een aantal partijen al over de studiefinanciering beginnen. Ik zou jullie echt mee willen geven. Het gaat hier over de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn lokale partijen die zich in willen zetten voor het belang van de stad. En ik zou jullie echt willen adviseren om vooral ook daarna te luisteren de onderwerpen die vanavond aan bod gaan komen. Daar gaan wij over en niet over zoiets als de studiefinanciering. Maar ik wens jullie veel plezier vanavond. Helemaal goed. Een applaus voor de kandidaten van vanavond. Goed dat ze er zijn. We gaan naar het eerste debat. Ik wil graag naar voren roepen Helma Oosterbos en, van de SP en Jort Molenaar van D66. En die gaan in de eerste stelling praten over wonen. Want we kennen het verhaal. Nee, naar voren, naar een van de 2 tafels. Ja, en druk op het knopje. Als die dan rood is, dan kan er gepraat worden. Want we weten dat er is een tekort aan woningen in heel Nederland. En er zijn schattingen, die zijn nog niet zo lang geleden gemaakt, dat in 2030 er een tekort van ruim 7000 woningen zal zijn in Tilburg. En vooral starters voelen die krapte. En daarom luidt de stelling: Tilburgers moeten voorrang krijgen bij het verkrijgen van een nieuwe woning. Als het goed is, kunnen we thuis ook meestemmen met deze stelling. Doe dat vooral. We hebben flink wat mensen die al meekijken, begreep ik net. Kunnen we die even op het scherm krijgen, hoe dat eruit ziet? In ieder geval, doe dat vooral thuis. Laat weten. Gaan we dat nog zien of niet? Ja, kijk. Eens of oneens. Ik zou graag na mijn studie in de gemeente Tilburg blijven wonen. Eens of oneens. Ik ben heel benieuwd. Laat even via Slido weten hoe je daarin staat. Daar ben ik echt benieuwd naar. 30 seconden. Ik begin bij mevrouw Oosterbos van de SP. 30 seconden. Wat vindt u van de stelling Tilburgers moeten voorrang krijgen bij het verkrijgen van een nieuwe woning? Nou, als daarmee bedoeld wordt Tilburgers die gebonden zijn, wonen in Tilburg, studeren in Tilburg of enigszins op een andere manier economisch verbonden zijn in Tilburg, dan zijn wij het daarmee eens. Dus ja, dat
dat, ja, dan zijn we het eens met dat Tilburgs voorrang moet krijgen. Maar ik zou niet weten, ik vond de stelling heel vreemd. We hebben in onze raad een vol debat gehad met Hans Molders, die er dus nu helaas niet bij is, die daar een hele andere verklaring voor geeft. Maar voor ons is Tilburgers dus gewoon eigenlijk iedereen die aan Tilburg gebonden is. En er hoort ook iedereen bij, er horen ook statushouders bij die hier verblijven met een verblijfsvergunning. We gaan naar D66. Het Molenaar. Ja, we hadden het van tevoren over dat met de afwezigheid van de heer Smolders dat de stelling iets minder spannend gaat worden. Maar ik denk toch dat er wel een wezenlijk verschil tussen ons twee zit. Wij vinden namelijk dat Tilburg echt voor iedereen moet zijn. Dus ook mensen die hier willen komen gaan wonen. En voor veel van de studenten die hier vanavond in de zaal zitten, die veel niet uit Tilburg van origine komen. Ook voor jullie moet Tilburg een warmer plek zijn. En ook voor alle studenten die na jullie komen. Ook als je op dit moment nog geen enkele affiniteit hebt met Tilburg. Volgende mei te horen krijgt van deze universiteit dat je er mag gaan studeren, dan ben je voor ons even belangrijk als alle studenten die er op dit moment zitten en alle mensen die er nog gaan komen. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is. En ik denk dat als je echt gelijkheid en inclusie wilt hebben, waar u het net zo over heeft, dat iedereen mee moet kunnen doen, dat het ook geldt voor mensen die nieuw zijn in het Tilburgse speelveld en een extra steentje willen gaan toevoegen aan deze stad. Maar goed, dus in principe een hele simpele stelling. Uw eigen minister, ja, nu is het inmiddels het van het CDA volkshuisvesting, maar hiervoor lag dat bij mevrouw Ollongren van D66. Die maakt het gemeente mogelijk om te zeggen, als je al ingeschreven bent in een gemeente en er komt bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning, dan mag een gemeente zeggen, alleen als je al ingeschreven bent en dus al woont in Tilburg, kan je je inschrijven. Krijg je voorrang bij zo'n woning. Bent u daarvoor of tegen? Ik ben er tegen. Ik kan me voorstellen dat er gemeenschappen zijn waarin dat een voordeel is. Maar ik zou echt geen reden ter wereld zien waarom Tilburg daar ooit gebruik van moet maken. Mevrouw, bent u daarmee eens? Nou, volgens mij, weet je, meneer, sorry, Jort, ik weet je achternaam niet. Jij gaat nu zeggen dat wij verschillen, maar we hebben helemaal geen verschil. Want wij vinden ook dat voor iedereen woningen moeten zijn. En daarom zeg ik dus ook, omdat wij het debat in de Raad hebben gehad, daar werd door de heer Smolders een uitzondering gemaakt voor een bepaalde groep mensen. En daar zijn we het niet mee eens. Tuurlijk moet de student hier kunnen blijven wonen als ze hier willen wonen. En als ze hier kunnen studeren, uiteraard moet de student huisvesting zijn. Ja, sorry, maar daar gaat de stelling niet over. De stelling gaat over, krijgt iemand die al in Tilburg woont voorrang op een nieuwe woning of niet? Nee. Dus u bent tegen de stelling? Ja. Mensen hoeven niet voorrang te hebben op een woning. Iedereen moet in een woning kunnen komen. Weet je, zodra je een huissleutel in je zak hebt, kun je bouwen aan je toekomst. En wij vinden het gewoon belangrijk dat iedereen hier een dak boven zijn hoofd heeft. Ja, maar de situatie die kan ontstaan natuurlijk is dat een Tilburger het heel moeilijk vindt om een Tilburgse student die hier op kamers woont en die dus ingeschreven is, moeite heeft met het vinden van een starterswoning en dat iemand van buiten de stad wel die woning krijgt. Is dat eerlijk? Ja, we leven in een land waarin iedereen gelijke kansen maakt. En we moeten ervoor zorgen dat discriminatie, op wat voor reden dan ook, dus waar je vandaan komt, niet moet meespelen bij de kansen die je krijgt in het leven. Dus als jij in Tilburg wilt gaan studeren en je komt uit een andere stad, dan moet het niet uitmaken waar je vandaan komt als je in Tilburg een woning wilt krijgen. En ik denk dat we elkaar zojuist inderdaad even verkeerd hebben begrepen. Je antwoordt deze stelling met ja, Tilburgers moeten voorrang krijgen. En ik zei hierop nee. Maar volgens mij zitten we uiteindelijk redelijk op dezelfde pagina. Dus dat is wat mij betreft goed om te zien. En voorbij het even kunnen we het debat afronden, toch? Ja. Dan op deze manier. Zullen we kijken naar wat er thuis gezegd is op de vraag die we stelden? Daar ben ik nog even benieuwd naar. Ik zou graag na mijn studie in de gemeente Tilburg blijven wonen. De uitslag? 51% zegt toch van niet. Mevrouw Oosterbos, is dat zorgelijk? Nee, dat is helemaal niet zorgelijk. Misschien willen die mensen wel gewoon, die hebben hier gestudeerd en die willen niet hier blijven wonen. Dat kan toch? Ja, zoals je hem zo stelt. Ja, ik kan me voorstellen dat iemand hier studeert en zegt van, nou, ik wil lekker daarna weer terug naar waar ik vandaan kom. Kan toch ook? Hey, Molenaar, ja, het is maar net hoe je dit interpreteert natuurlijk. Ja. Vraag. Ja. Je kunt hem ook op een andere manier interpreteren. Ik denk dat toen ik ging studeren, dat bijna al mijn vrienden zeiden, als ik hier wegga, dan ga ik naar de Randstad. En ik denk dat we Tilburg de afgelopen 10 jaar zo hebben kunnen ontwikkelen, dat steeds meer studenten het een aantrekkelijke stad vinden om te blijven staan. En dat is ook het getal dat ik hier zie. Maar moet dat omlaag dan, die 51% wat u betreft? Oh, het is inmiddels 50, kijk. Je hebt zojuist één iemand een leven in Tilburg ingepraat. Maar nee, kijk, juist iedereen is hier welkom. We leiden hier ontzettend slimme, hoogopgeleide mensen op. En het was altijd een ontzettend gemis dat heel veel daarvan wegtrok naar de Randstad. En het feit dat steeds meer studenten hier willen blijven.
Ah, ik ga door, want dat is... Ja, dat is goed. Ik ben hier de mensen aan het overtuigen om in Tilburg te blijven. Zal ik het maar noemen. Dus, en dat is superleuk, dat steeds meer mensen die hier hebben gestudeerd het zo leuk en fijn hebben gehad. En die zoveel kansen zien dat ze hier willen blijven. Dank beiden voor dit debat. We gaan naar de tweede stelling. Ja, heel goed. Applaus, ja. Het volgende debat is tussen Frans van Aalen van Lokaal Tilburg, Stefan Jansen van de Partij van de Arbeid en Pam Wijnands van de Partij voor de Dieren. Want het gaat over lokale partijen. Want zowel in de Raad als in het college van BMW zijn lokale politieke partijen duidelijk in Nederland in opkomst. 25% nog in 1998. In 2018 was dat al 37%. En daarom luidt de stelling: lokale partijen kunnen meer voor Tilburg betekenen dan landelijke partijen. U krijgt alle 30 seconden. We gaan even van links naar rechts. Meneer van Aalen, 30 seconden. We hadden afgesproken dat je Frans zou zeggen, dus laten we dat vooral volhouden vanavond. Die lokale partijen die gaan inderdaad ook in 2022 verder groeien. Die signalen krijgen we natuurlijk in het land overal op dit moment. En om allerlei redenen, daar zullen we zo meteen denk ik in het debat wel even op doorgaan. Maar wat met name interessant is, is natuurlijk dat al die landelijke partijen zich nu in één keer allemaal lokaal gaan noemen. Dat vind ik wel een frappante. Want alle interviews die je leest, al die landelijke partijen die heten in één keer allemaal lokaal VVD en lokaal CDA, et cetera. En vind ik prima, maar dan zou het ook wel fijn zijn als de subsidiegelden die jullie als landelijke partijen krijgen, bijvoorbeeld voor campagne voeren, als de lokale partijen die dan ook gaan krijgen. Want wij krijgen gewoon helemaal niets uit Den Haag voor onze campagne. Wij moeten gewoon alles zelf betalen. En de landelijke partijen krijgen veel geld, ieder jaar opnieuw, om onder andere campagne te kunnen voeren. Dus als we dan een gelijk speelveld willen hebben tussen landelijke en lokale partijen, laten we dan in ieder geval dat financiële speelveld gelijk trekken. Iets ruimer dan 30 seconden. Ik ga naar lokaal PvdA, mag ik het zo noemen? Of is het... Partij van de Arbeid Tilburg, Stefan Jans. Ik kan voor die 30 seconden zeggen dat ik het met de stelling van Frans, dat lokale partijen ook subsidie moeten krijgen, helemaal eens ben. Okay. Dus laten we dan dat eerst zeggen. Dan kunnen we daar, hoeven we daar geen debat over te voeren. Doe 30 seconden. Alle partijen die zich inzetten voor de lokale democratie zijn even belangrijk. Want het zijn allemaal mensen die een stap vooruit zetten en zeggen: ik ga ervoor, ik ga voor deze stad. De een is niet meer dan de ander. Alle lijsten bestaan uit mensen die in deze stad wonen. Ook daar is geen verschil tussen. De ene 2 jaar, de andere 40 jaar, maakt niet uit. Zet allemaal in voor deze stad. Het enige verschil is dat landelijke partijen kun je lokaal plus noemen. Wij hebben de gelegenheid en de mogelijkheid om met onze collega's in Brabant, in Den Haag en in Brussel te schakelen als er hier iets in Tilburg speelt wat op hun bordje ligt. Waar komt het geld vandaan voor die woningbouw? Uit Den Haag. Waarmee kunnen wij het grote station Tilburg Universiteit nog groter maken en nog beter maken? Met geld uit Den Haag. Dus die koppeling om je in te kunnen zetten voor je stad met de contacten op andere gebieden, dat is de meerwaarde. Helder. Ik ga naar mevrouw Wijnands van de Partij voor de Dieren. Even kort vragen, komt u uit Tilburg nou? Want ik was even vergeten. Ja. Jawel, oké, heel goed. Ja. Vertel. Oké, wij zijn als Partij voor de Dieren het hier niet per se mee eens. Wij staan er een beetje tussenin. En ik vind het eigenlijk heel interessant om te horen wat Frans daar zegt over... Dat landelijke partijen die hier ook een fractie hebben zich nu opeens lokaal noemen. Ik denk dat dat wat meer te maken heeft eigenlijk met wat het de laatste tijd in de landelijke politiek speelt. Hè? Wij als studenten zijn wij nu ontzettend veel bezig met politiek, omdat het ons ontzettend aangaat. Sinds de coronacrisis is dat veel groter geworden voor ons. Het is een groter ding geworden. En daardoor zie je dat de reputatie van de landelijke partijen wat doet met de lokale partij. En ik denk dat het daarmee te maken heeft dat zij nu zeggen: wij zijn lokaal. Wij doen het hier anders. En ik denk dat voor onze partij, Partij voor de Dieren, wij hebben eigenlijk een hele goede reputatie landelijk. En wij hebben eigenlijk een visie die overal hetzelfde is. Landelijk, in de Provinciale Staten, in de waterschappen en dus ook in de gemeenteraden. Dus voor ons werkt het in ons voordeel dat wij ook een landelijke fractie hebben. Ik laat meneer Jansen even reageren. Het ligt aan uw reputatie in Den Haag. Mevrouw Ploemen. Nou ja, ik durf hier open en eerlijk te zeggen dat ik hartstikke trots ben op het feit dat ik lid ben van de Partij van de Arbeid. Van een landelijke partij. Het idee dat landelijke partijen minder zouden zijn of minder voor de lokale democratie zouden kunnen betekenen, dat vind ik echt totale onzin. Jonale? Dat heb ik ook niet gezegd, volgens mij. Ik wil Stefan wel even... Ja, ik moet je toch teleur gaan stellen. Want die lijntjes met de provincie en Den Haag, die hebben wij als lokale partij namelijk ook.
Er staat, als je de kandidaatlijst erbij pakt van lokaal Tilburg, dan zie je iemand erbij staan die zit in de provincie. En je ziet er iemand bij staan die is op dit moment bestuursadviseur van die minister in Den Haag. En die staat gewoon bij lokaal Tilburg op de lijst, omdat hij gelooft in de lokale politiek. Wij staan veel dichter bij die mensen. Wij zijn Tilburg. Wij zijn Tilburg, wij komen op voor de inwoners van de stad. Wij spreken met iedereen en we laten het geluid van de inwoners van Tilburg, ook van de studenten, want jullie zijn ook inwoners, laten wij horen in de raadzaal. En dat doen wij als geen ander. Wij hoeven ons eigen niet te verantwoorden richting Den Haag. Wij hoeven inderdaad geen dictaten te volgen vanuit het landelijke partijorgaan. Wij kiezen gewoon onze eigen woorden. En die woorden die krijgen wij ingefluisterd door de mensen in de stad. En daarom stellen wij inwoners centraal. Wij zijn de stem van Tilburg. Ja, ik wil daar wel even op reageren. Dat argument dat u zich niet hoeft te laten leiden door landelijke regels of door wat ze daar willen, dat op de agenda staat, dat hier ook op de agenda moet, vind ik een heel goed punt. Maar ik denk dat voor ons persoonlijk als Partij voor de Dieren, voelt dat niet alsof wij geleid worden door de landelijke partij. Het is een fijne houvast, een fijne leidraad. En wij vinden het eigenlijk alleen maar heel erg fijn dat het juist zo'n breed draagvlak is, hè, voor onze partij. Partij voor de Dieren doet het landelijk ontzettend goed. Dus voor ons werkt dat in ons voordeel. Dus ik denk dat het een beetje verschilt per partij. Hoe je daar tegenaan kijkt en of dat in je voordeel werkt of dat tegen je werkt. Dat wilde ik even toevoegen. Ja, maar hoeveel contact heeft u met de landelijke Partij voor de Dieren? Nou, wij nog niet heel veel. Wij zijn natuurlijk nieuw. Hè. Wij moeten hier nog een fractie vormen. Wij moeten nog in de raad komen in Tilburg. Dus wij krijgen een leidraad voor het programma. Wij kunnen altijd informeren van, hey, hoe zouden we dat hier lokaal... Mocht je ervan afwijken, van die leidraad? Zeker, ja. Ja. Op welk punt bijvoorbeeld in Tilburg zijn jullie afgeweken van de Landelijke Partij voor de Dieren? Nou, wij wijken er op zo'n manier vanaf dat wij natuurlijk specificeren, hè, wat hier in de gemeente toepasbaar is. Sommige dingen zijn natuurlijk landelijk beleid en kun je in de gemeente niet aanpassen. En dat veranderen wij dan naar gemeentelijk beleid. Maar afwijken van de kern doen wij niet, want onze kernboodschap is eigenlijk op elk niveau exact hetzelfde. We hebben nog een vraag ook voor de mensen thuis op dit onderwerp. Misschien kunnen we die even op het scherm laten zien. Daar zit altijd wat vertraging in. Kijk, lokale partijen komen beter op voor de behoeftes van de stad dan landelijke partijen. Eens of oneens. Je kan nu inzetten. Dat lijkt net alsof het een gokspel is, maar place your bets now. Ik ben wel benieuwd naar hoe jullie hierin staan. Meneer Van Aarlen, daar bent u het wel mee eens, neem ik aan. Dat zegt u eigenlijk net ook, hè? Ja, vanzelfsprekend ben ik er mee eens. Maar waarom is dat dan? Want uw mensen wonen in Tilburg, maar de mensen op de lijst van de Partij van de Arbeid, de Partij voor Dieren, nou, die wonen toch ook in Tilburg? Omdat ik, wat ik net al zei, omdat wij de vrijheid hebben om onze eigen woorden te kiezen. Wij luisteren echt naar die mensen in de stad. Die komen naar ons toe, wij gaan met die mensen op bezoek. En wij proberen inderdaad dat geluid van die mensen in de stad inderdaad in de raadzaal te verhoren. Maar bij meneer Jansen kan je ook koffie gaan drinken, denk ik. Ongetwijfeld, maar ik weet niet of heel veel Tilburgers bij meneer Jansen koffie gaan drinken. Ik hoop het voor hem. De koffie staat altijd klaar. En schrobbelertje ook, biertje ook, staat allemaal klaar. Ja, weet je wat leuk is, Thomas? In onze campagne hebben we onze kandidaten ook centraal gesteld. En niet alleen de lijsttrekker, maar ook al onze kandidaten. En er zit een foto bij van Corine Zwegers, die geloof ik aan mijn hoofd op de 7e plek staat op de kandidatenlijst. Die staat letterlijk op de foto met een thermoskan met koffie. Dat is het verschil. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? Dat we gradaties aan gaan brengen in partijen. Mijn stelling is dus ook niet dat landelijke partijen beter zijn dan lokale partijen. Ik vind dat allebei de partijen een grote meerwaarde hebben in de lokale democratie. Dus het aanbrengen van hiërarchie tussen lokaal en landelijk, daar schiet je helemaal niks mee op. Laten we gewoon samen optrekken. We gaan samen voor die Tilburgers. En dat verschil aanbrengen met zo'n stelling en daar ook nog voor zijn, dat biedt volgens mij helemaal niks voor ons en zeker niet voor de studenten in deze stad. We kijken even naar wat de studenten vinden. 24% is het maar eens, 76% is het oneens met de stelling dat lokale partijen beter opkomen voor die behoeftes van de stad. Meneer Van Aarlen, uw reactie? Nou ja, met een 24% van de stemmen ben ik dik tevreden op 16 maart. Mag je een applaus voor de drie partijen? We gaan naar het volgende debat. Gaat tussen Dwayne Heuvelmans van GroenLinks. Weer Jort Molenaar van D66. Stefan Jansen die had eigenlijk mogen blijven staan. Sorry, dat had ik even mogen zeggen. En meneer Van Aarden, u had ook mogen blijven staan. Dus ja, sorry, ik had het even... We gaan even naar internationalisering. Want 3.500 internationale studenten uit 132 verschillende landen op één universiteit in de stad Tilburg. En dat getal blijft jaarlijks stijgen. De stelling is, Tilburg moet de komst van meer internationale studenten stimuleren om zich te ontplooien tot Tilburg wereldstad. Zo,
Ik begin even bij Edwin Heuvelmans van GroenLinks. Die staat op mijn lijstje vooraan. Je krijgt 30 seconden. Ja, dankjewel. Als GroenLinks staan we eigenlijk een beetje neutraal in deze kwestie. En ik zal ook uitleggen wat wij daarvan vinden. De laatste jaren heb ik natuurlijk gezien dat de universiteiten hier in Tilburg, maar ook de kennisinstellingen in de stad flink gegroeid zijn. Er zijn steeds meer internationale studenten naar deze stad toegekomen. En we hebben ook inderdaad gezien, omdat we een heel groot tekort hebben, een studentenhuisvesting, dat de eerste maanden dat internationale studenten in deze stad komen studeren, ze moeten bivakeren in hostels, in het camping van het spoorpark, of bijvoorbeeld naar buiten de gemeentegrenzen in Heelvarenbeek. Dus wij zeggen als GroenLinks, gaan nou juist inzetten naar de matiging van die groei, zodat al studenten daad die naar onze stad toekomen daad gewoon het eerste, de kennismaking daar met de stad, dat gewoon goed inderdaad is. Zoals we nu doen, is het gewoon geen goed visitekaartje voor de stad. Jort Molenaar, D66. Ik denk dat Dwayne het goed zegt. Het woord van deze stelling zit een beetje in het stimuleren. Iedereen is hier welkom, maar op dit moment hebben we niet genoeg plek om alle internationale studenten te huisvesten. Dus moeten we geen medewerkers van de universiteit met flyers naar Madrid sturen om een paar extra studenten bij ons aan te komen. De mensen die hier willen komen zijn van harte welkom en iedereen maakt hier wat betreft ons een gelijke kans. We moeten inderdaad, zoals net werd gezegd, eerst zorgen dat we onze woningvoorraad weer op orde hebben. Heel veel gaan bouwen, mooie, goede, duurzame woningen bouwen voor studenten. En als we dat op orde hebben, dan kunnen we verder gaan in onze missie om van Tilburg die wereldstad te maken. Meneer Van Aarle, lokaal Tilburg. Ja, laat ik vooropstellen dat ik het met Jort helemaal eens ben. Dus dan hoef ik dat niet te gaan herhalen. Ik vind het ook een beetje een vreemde stelling moeten bekennen. Want volgens mij zijn we al lang een wereldstad. Ja, kijk, ik heb het bij je voor je opgezocht, Thomas. Maar op dit moment hebben wij op de universiteit hier 3700 internationale studenten. Die komen uit 132 verschillende landen. En we hebben zelfs een werelds winkellint in Tilburg. Op de Koffersweg, waar ik zelf ook zit. Dus we hebben bijna alles al om aan de wereldstad te voldoen. We hebben een bruisende, prachtige culturele stad in Tilburg. Waarom zouden we dan inderdaad nog meer als wereldstad willen ontplooien? We zijn al lang een wereldstad in Brabant. Stefan Jansen, Partij van de Arbeid, 30 seconden. Ja, het studeren in het buitenland is enorm belangrijk voor studenten uit Nederland. Het studeren in Nederland is ook enorm belangrijk. We moeten niet onderschatten dat door die studieuitwisseling we ook allerlei andere dingen stimuleren, zoals zelfs vrede op aard, gewoon elkaar kennen en ontmoeten. Daarom zijn wij absoluut voor internationale studenten in Tilburg. De crux zit hem in het woordje meer. En daar kan ik me niet anders dan aansluiten bij mijn drie voorgaande sprekers. Op dit moment niet meer, maar laten we vooral ervoor waken dat dat ook uitstel afstel is. Maar laten we vooral zorgen dat die internationale programma's blijven bestaan. Alleen nu even niet, gezien de omstandigheden, vooral op de woningmarkt. Oké, maar laten we voorkomen dat dit een woningmarktdebat wordt, want die hebben we straks nog uitgebreid. Maak je geen zorgen. Gaan we het uitgebreid over woningmarkt hebben. Maar stel nu, meneer Jansen, dat dat woningmarktprobleem er niet is. Dan vindt u dus dat er meer studenten, buitenlandse studenten, naar Tilburg moeten komen. Ik zeg altijd, steldiscussies zijn fantastisch. Ja, als vraag, ik stel hem toch. Stel dat we meer dan genoeg woningen zouden hebben. Het hartstikke goed gaat. We op allerlei andere gebieden ook meer mensen kunnen verwelkomen in onze stad. Dan is iedereen welkom. En zeker ook internationale studenten. Is meneer Van Aarle het daarmee eens? Ja, ik blijf een beetje een lastige stelling vinden. En ik wil zeggen, woningen gaan we het nog over hebben. Maar dit is natuurlijk wel de essentie bij deze discussie. En het is natuurlijk heel leuk om nog meer studenten deze kant in te halen. Maar als je ze niet fatsoenlijk kunt huisvesten, dan moeten we dat op dit moment gewoon niet doen. Dus dat betreft ben ik het eigenlijk, zijn we het met z'n allen allemaal over dit onderwerp eens. Maar goed, meneer Van der Donk die vindt morgen een enorme pot geld. Ik noem even iets. En die kan een studentenflat bouwen waar, laten we zeggen, honderden studenten bij. En hij zegt dus, die kunnen nog bovenop die 3700, kunnen we die mensen verwelkomen. Vindt u dat dan een goed plan? U vraagt het aan mij, ik vraag het aan. Nou ja, als ik meneer Van der Donk was, zou ik dat wel doen, ja. Want dat brengt uiteindelijk wel extra eurotjes in het laadje. En dat is natuurlijk ook een van de redenen om die internationale studenten richting Tilburg te halen. Ja. Het is natuurlijk ook een economisch verdienmodel, zelfs op een universiteit. En ook in een gemeente Tilburg. We moeten uiteindelijk ook wel euro's binnenhalen om leuke dingen in de stad te kunnen doen. En leuke dingen voor onze studenten te kunnen organiseren. Dat moeten we niet vergeten. Ja, meneer Molenaar, hoe belangrijk zijn die internationale studenten voor Tilburg? Ja, ik denk dat we dat niet genoeg kunnen benadrukken. Ik denk, zoals de heer Van Aarle inderdaad al zei, dat Tilburg de wereldstad is geworden en nog meer kan worden door de internationale studenten. Neemt veel kennis, heel veel culturele uitwisseling mee. Ik denk dat het een beetje open deur intrappen is dat het echt wat toevoegt aan de stad, als ik eerlijk ben. Maar het heeft ook nadelen, toch? Sorry? Heeft het ook nadelen? Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is voor internationale studenten om op dit moment in Tilburg te aarden. Hè, er zijn woningproblemen. En je ziet dat veel studenten ook een Dutch-only beleid hanteren. En dat is wel heel zorgzaam. En dan ga je ervoor zorgen dat mensen eerder gaan voor andere Nederlanders. En dat vind ik wel heel erg jammer.
Maar los van de woningproblemen, daar komen ze ook. Maar is het een, als ik het zo hoor, is het een gouden greep? Dan is het, buitenlandse studenten, laat ze altijd komen. Dat kan geen kwaad, er is helemaal niks mis mee. Al vervang iedere Nederlandse student door een buitenlandse student, want culturele verrijking is geweldig. Als dat het beste is, ik zie echt geen reden waarom niet. Als we al onze andere studenten zeggen, ik vind het wel leuker in een andere stad de wereld om te gaan studeren, dan moet iedereen toch gaan doen waar hij zin in heeft en waar hij denkt dat hij het meeste kan gaan leren. En als dat Tokio is, dan gaan we met z'n allen daar naartoe. En dan gaan we alle mensen die hier willen gaan studeren op de wereld, die heten we hier welkom. Uiteindelijk is dat toch het leuke aan student zijn, dat je vrij bent om te gaan en te staan waar je wilt. En daar hebben wij ons steentje bij te dragen als Tilburg. Ja, meneer Overmans, mee eens? Volgens mij moet er een goede mix zijn. En als ik zelf kijk inderdaad, dan moet dat de cijfers zijn over de groei inderdaad van de universiteit. Vind ik dat de laatste jaren echt heel erg ingezet is op groei, waarvan die internationale studenten ook een hele grote groep van is. En dat levert uiteindelijk uitdagingen en problemen voor de stad, rondom huisvesting. Misschien dat ook inderdaad wel een voldoende studentenjobs inderdaad wel juist internationale studenten kunnen werken. Dus ik zeg inderdaad, en wij als GroenLinks vinden, zorg inderdaad als gemeente inderdaad dat die basis op orde is, zodat mensen inderdaad die hier naartoe komen om hier te studeren, dat ze hier ook kunnen wonen, kunnen werken, maar ook contact kunnen maken inderdaad met naar andere Nederlandse studenten of gewoon de Tilburgers. En uiteindelijk dus ook kunnen blijven. Ja, dat kan. Dat is uiteindelijk inderdaad een persoonlijke keuze voor iedereen uiteindelijk, toch? Ja, maar is dat in de praktijk lijkt het toch op dat veel mensen toch ook gewoon hier de kennis ophalen en weer weggaan? Ja, dan zou je misschien kunnen zeggen dat de Nederlanders die in het buitenland gaan studeren misschien wel hetzelfde doen. Prechtpunt. Wat in ieder geval wel een voordeel is, en dat volgens mij is ook wel een consensus over bij de meeste partijen, en dat benoemde meneer Van der Donk net ook, is dat we willen zorgen inderdaad, maar dat de universiteit meer gaat samenwerken met de gemeente en met de stad. Dus al die kennis die hier wordt opgedaan, moeten we volgens mij meer inzetten voor al die vraagstukken die er in de stad ook spelen. We gaan even naar de vraag voor de mensen thuis. Komt weer met dat vertraging. Ja, deze Tilburg moet zich profileren als wereldstad. Eens of oneens, ik ben heel benieuwd. Wereldstad, ja, meneer Van Aalen, u zegt eigenlijk Tilburg is al een wereldstad. Mag ik het? Zesde stad van Nederland, toch, geloof ik nu? Of vijfde, wat zijn we nu? Zevende. Ik heb een ranglijstje even gezocht voor je. Want ja? Dat is ook een ranglijstje wereldsteden, hè? Ik weet niet of je dat weet. Nou, ik ben heel benieuwd. Waar staan we? Ja. Nou, dat moet je teleurstellen, want New York staat bovenaan. Ja. In de top 20 komt geen één Nederlandse stad voor zelfs. De enige stad die in de top 30 voorkomt is Amsterdam, op plek 22. Het, is overigens dus voor het gaat niet om het aantal internationale studenten, want dat is helemaal niet bepaald. Het gaat over het belang van je stad voor de in de internationale wereld. Nederland? En dan is Nederland dus helemaal niet zo belangrijk, zeg maar. Het is wel heel goed voor een wereldstad dat er hier allerlei partijen in de raad zitten met ook contact in Europa. Dat is wel echt heel erg goed. 69% is het niet eens met de stelling dat Tilburg zich moet profileren als wereldstad. Maar dat zijn we dus wel. Dat zijn we eigenlijk al. Toch, meneer Heuvelmans? Voor een deel wel, ja. 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 Meneer Molenaar, wereldstad, Tilburg. We zijn onderweg, het kan beter. Ja. Meneer Jansen, is Tilburg een wereldstad al? Tilburg is al 10, 20 jaar een wereldstad. Ik bedoel, vanaf het moment dat hier mondiaal was en dat de grenzen open gingen en Europa groter werd. Tilburg is gewoon meegegroeid met de ontwikkelingen. Dus we zijn niet nu een wereldstad, volgens mij zijn we al jaren een wereldstad. Hebben we nog een vraag uit de zaal? Bij deze stelling hebben we daar misschien nog ruimte voor. Yes, dat klopt. Ik zal heel even een update geven over de kijkers thuis. Op dit moment zijn er 356 mensen die joinen in de livestream. En naar aanleiding van deze stelling hebben wij nog een aantal vragen ontvangen. En deze twee sluiten eigenlijk op elkaar aan, dus die ga ik gewoon even samenstellen. Ik krijg een opmerking van iemand dat de universiteitsbibliotheek al vol zit. En hoe willen jullie dat aanpakken als er meer internationale studenten bijkomen? En daarbij de studentaantallen van Tilburg University blijven groeien, zoals al gezegd. Hoe wil je dat faciliteren dat universiteiten kunnen blijven groeien? Nee, want ik zag u knikken. Ja, volgens mij wat we de laatste jaren natuurlijk al gedaan hebben, is dat als gemeente hebben geïnvesteerd in de Lokhal. Volgens mij is inderdaad dat de stadsbibliotheek inderdaad waar we super trots op mogen zijn. Er wordt ook heel veel door studenten gebruikt om te komen studeren. Als GroenLinks zeggen we gaan de komende jaren meer juist investeren inderdaad in dit soort eyecatchers voor de stad. Waar inderdaad ook mensen samenkomen, dus ook studenten kunnen studeren. Dus voor een deel van die groei die de universiteit of de kennisinstellingen doormaakt, moeten wij als gemeente inderdaad ook de verantwoordelijkheid nemen inderdaad dat mensen hier kunnen studeren. Dus meer investeren in dat soort faciliteiten? Ook, ja. Nalen, meer investeren, u moet de portemonnee trekken. Nou, op zich geeft de heer Heuvelmans een prima antwoord. Want de Lokhal is natuurlijk een prachtige parel in de stad waar studenten inderdaad heel graag te gast zijn. Maar we moeten wel zorgen dat die bibliotheekfunctie, dat die daardoor niet ondergeschikt wordt. Dus we moeten die openbare bibliotheek, moeten we vooral ook in de wijken en in onze dorpen faciliteren. Dat die Lokhal ook inderdaad de ruimte biedt om inderdaad studenten te kunnen laten studeren. Ja, meneer Jans, u knikt. De student moet niet de lokale faciliteiten overnemen.
Ik denk dat het ook te makkelijk is om die bal alleen bij de gemeente neer te leggen. Het is een samenwerking tussen universiteit en gemeente. Je ziet ook in Eindhoven dat er heel intensief wordt samengewerkt tussen universiteit en gemeente om juist die groei van de universiteit mogelijk te maken. Dat vergt investeren van twee kanten, maar dat vergt ook gewoon samenwerking, kennis bundelen met elkaar. En volgens mij moeten we opletten met alles alleen maar bij de gemeente neer te leggen en moeten we het vooral samen doen. En dan denk ik dat we al die problemen en uitdagingen makkelijk aan kunnen. Maar ik knikte vooral omdat ik het er eens mee ben dat je niet alleen topfaciliteiten in het centrum moet hebben, maar vooral ook moet zorgen voor topfaciliteiten in de wijken. Mag ik een wereldstedelijk applaus voor deze dag? Meneer Heuvelmans, u mag blijven staan. Ja, heel goed. Haal het zelf al door. Heel fijn dat u mensen de planningen kennen. Het volgende debat is ook met Niels Stappershoef van de VVD, mevrouw Oosterbos van de SP en Solidus Veldhoven van de CDA. We gaan het namelijk hebben over cameratoezicht. Want wat dat betreft, qua veiligheid, zit Tilburg in een positieve trend. Minder winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven zijn iets omlaag. Maar als het gaat om vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, loopt Tilburg achter op de rest van Nederland. Bovengemiddeld veel vernielingen en ook bovengemiddeld veel beschadigingen in de openbare ruimte. En camera's kunnen daarbij helpen. En daarom is de stelling: om veiligheid te waarborgen, hebben we in Tilburg meer cameratoezicht nodig. Nou, meneer Heuvelmans, we doen het weer even op alfabetische volgorde. Dankjewel. Oh nee, dan moet ik eigenlijk bij mevrouw Solidus Veldhoven beginnen natuurlijk, de C. Ja. Ja. Ik was het alfabet even kwijt. Ja, 30 seconden. Ja, nou, het CDA is voor de inzet van meer camera's op straat, omdat wij ons in willen zetten tegen straatintimidatie, tegen vernieling, tegen criminaliteit. Ik heb zelf in de tijd dat ik studeerde, zeker 's nachts op straat, echt wel hele nare ervaringen gehad. We zagen recent nog dat 2/3 van de meisjes in Nederland, jonge vrouwen, te maken krijgen met straatintimidatie. Daar zou cameratoezicht onder andere goed bij kunnen helpen. Denken wij dat alleen cameratoezicht alles oplost? Nee. We denken ook dat we meer BOA's in moeten zetten. Bijvoorbeeld lokboa's hebben wij in ons programma iets over in te staan. Dat we moeten bouwen op een manier dat er meer sociaal toezicht is. Maar in die mix zou cameratoezicht absoluut een rol kunnen spelen. Meneer Heuvelmans, GroenLinks. Ja, we zijn als GroenLinks wel echt heel kritisch inderdaad op de inzet van meer camera's. Privacy inderdaad is gewoon superbelangrijk en dan moeten we gewoon waarborgen dat dat gewoon goed beschermd ook blijft. Wat wij in ieder geval zeggen inderdaad is dat je naar de mix moet hebben inderdaad. Dus je moet inzetten op preventie inderdaad, meer BOA's en wijkagenten op straat. Camera's zou daar een oplossing in kunnen zijn, maar volgens mij moet je iedere keer bij die afweging of dat je camera's inzet, heel goed kijken inderdaad wat de nut en noodzaak is om het in te zetten. Mevrouw Oosterbos van de SP. Dankjewel. De SP is niet voor meer camera's. Wij denken niet dat dat de oplossing is dat je je daardoor veiliger voelt. Als je op straat loopt en je wordt aangevallen, dan kunnen er wel 10 camera's hangen, maar er zal er geen één tussen springen die zegt, hey, ik kom je helpen. Dus wij zien echt meer in meer wijkagenten die er helaas niet zijn. Maar dat komt ook door investeringen die vanuit Den Haag niet voldoende naar de politie gaan. Maar ook de BOA's. En voor de BOA's hebben wij aandacht gevraagd bij de burgemeester. En die zijn nu voortaan ook aan het werken op de zondag. En daar zijn we heel blij mee. Niels Stappershoef, VVD. Ja, dankjewel. De Tilburgse VVD is uiteraard voor meer cameratoezicht. Ik hoor al gelach, maar het is een serieuze zaak. Want als het gaat over winkeldiefstallen, inbraak, als het gaat over uitgaansgeweld, straatintimidatie, waar net al een aantal collega's over hebben gesproken, daar is cameratoezicht wel degelijk een effectief middel. Zowel in de directe handhaving, het direct optreden en aansturen van onze hulpdiensten, maar ook in de opsporing en in de vervolging vervolgens. Dus wat ons betreft mag er in Tilburg meer worden ingezet op cameratoezicht, om daarmee Tilburg, en dus ook voor jullie, de stad veiliger te maken. We gaan, voordat we verder debatteren, even een stelling voor de mensen thuis. Dan kunnen die vast invullen, als we die even gauw op het scherm kunnen krijgen. Ja, ik voel mij veiliger in een stad met cameratoezicht dan in een stad zonder. Eens of oneens, vul in, dan komen we zo bij de uitslag terug. Ik wil even naar meneer Heuvelmans. Wat is nou precies uw bezwaar tegen meer camera's in een stad? Nou, onder andere inderdaad privacy. We zien inderdaad in sommige steden in Nederland wordt inderdaad bijvoorbeeld met Chinese camera's gewerkt. Nou, je kunt je inderdaad al van tevoren inderdaad al beseffen dat niet altijd even veilig inderdaad is. Dus voor mij moet je daar gewoon heel erg scherp op zijn. Plus aanvullend argument, er hangen inderdaad in onze Tilburgse binnenstad inderdaad op een aantal plekken camera's. En volgens mij, mevrouw Oosterbos, helemaal zei het net ook al, inderdaad, als er iets gebeurt, dan ja, op het directe moment heb je helemaal niks in die camera's. Dus daar moet je een brede balans in hebben van een aantal maatregelen die je moet doen. En daar zou cameratoezicht eventueel in kunnen werken. Maar volgens mij moet je heel kritisch zijn waar dat je die dan ook neerzet. Meneer Stappershoef, VVD.
Ja, nee, hier wordt geen eerlijk verhaal verteld over de kwaliteit en de effectiviteit van cameratoezicht. Ik heb zelf een aantal keer bij die toezicht en handhaving gezeten en gezien hoe ze dat in Tilburg organiseren. Ik heb live meegekeken. Ze kunnen ter plekke bijvoorbeeld winkeldiefstallen meteen aanpakken. Die grijpen ze meteen in hun kraag. Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt iemand in mijn naaste omgeving die helaas slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Ik heb gezien wat het effect is dat politie meteen op kon treden en vervolgens is het in de rechtszaak ook gebruikt als bewijslast. Dus ik ben hier een groot voorstander van. De argumenten die hier worden genoemd, de GroenLinks en SP, zijn er mij echt onjuist dat het niet ook super effectief kan werken. Dus ik wil dat hier wel even daarmee ontkrachten. Mevrouw Oosterbos, het is wel effectief. Nee, het is niet altijd effectief. Het is ondersteunend. Maar wat ons betreft is het gevaar voor de privacy gewoon veel belangrijker. En wat ik ook gelezen heb... Wat is uw angst dan op privacygebied? Nou, dat wil ik even toelichten. Oh, ja. De Universiteit van Leiden heeft recent had camera's gehangen. Want dan konden ze in coronatijd zien hoeveel mensen er op de universiteitsgebouwen rondliepen. Dat was het verhaal. En op zo'n camera zitten 4 standen. En het zou op stand blurren staan. Dus dat je verder niks zag, dat je alleen mensen kon tellen. Vervolgens hebben een aantal studenten, slimme mensen, hebben de camera's gehackt. En wat blijkt, hij staat op stand 4 op de zogezegd Chinese stand. Je kon alles zien, je kon precies zien wie waar bewoog, wie was. En dat kun je ook koppelen aan gegevens. En vervolgens hebben ze ook persoonsgegevens. Dus dat is wat ons betreft niet de oplossing. Er moet preventief gewerkt worden, er moet meer agenten. Die heb je echt nodig, dat het er toezicht is op straat. En dat die mensen aanspreken. Dat is voor de SP belangrijk. Mevrouw Zierisveldhoven, het kan zo zijn dat er gewoon mensen mee zitten te kijken als ik straks door de Tilburgse Heuvelstraat loop. Is dat niet een gevaar? Nog één keer drukken. Ja. Nu zet hij aan. Oké, volgens mij niet. Jawel, jawel, jawel. Nee. Oké, ik heb geen lampje. Het is heel verwarrend voor mij. Ja, maar... ja, wij zien hem wel. Het is heel ingewikkeld. Maar loop ik straks door de Heuvelstraat. Ja. En dan zit er iemand thuis stiekem mee te kijken. Nee, maar ik denk dat het een heel terecht punt is. En alle discussies hierover, privacy is relevant. En dan moet je ook heel goed vastleggen op welke plekken, onder welke voorwaarden, op welke manieren je cameratoezicht mag inzetten. Alleen het enige is, je kunt ervoor kiezen om die privacy boven veiligheid, boven criminaliteitsbestrijding te stellen. Maar dan blijft ook de criminaliteit zoals die is. En wij zeggen, wij vinden dat niet acceptabel. We willen dat straatintimidatie, dat de veiligheid op straat groter wordt, minder vernielingen. En daar willen wij cameratoezicht bij inzetten. En dan moet je het goed vastleggen, maar wat het zwaarste is, moet het zwaarst wegen. Ja, meneer Verstappershoef, je kan ook zeggen, ja, leuk cameratoezicht, maar jarenlang is er, onder andere in Den Haag, de uw partij bezuinigd op blauw op straat. En dan gaan we nu zeggen, ja, daar hebben we niet genoeg mensen voor, dus we hangen camera's op. Nee, ja, daar ben ik ook niet per se trots op, hè, op die bezuinigingen landelijk. Maar ik zei bij mijn introductie al, het gaat hier over de gemeenteraad. Wij proberen ons lokaal oprecht in te zetten voor een veiligere stad. Cameratoezicht, en dat is de stelling dus ook, hè? Meer cameratoezicht. Daar zijn we groot voorstander van. Uiteraard in combinatie met die wijkagent die de wijk ingaat. Uiteraard in combinatie met voldoende BOA's die ook de wijk ingaan en kunnen handhaven ter plekke. Dus het is natuurlijk en. Ik denk dat we elkaar daar ook echt wel op zullen vinden dat we samen moeten werken aan een veilige stad. Maar om te zeggen dat cameratoezicht niet effectief is, wat ik mensen zou zeggen, of daarmee privacy altijd boven veiligheid te stellen, dat gaat voor mij echt een stap te ver en daar ben ik absoluut geen voorstander van. Kunnen we even kijken naar de uitslag, wat de studenten ervan vinden? Ben ik wel benieuwd naar. Ik voel me veiliger in een stad met cameratoezicht dan in een stad zonder. 60% is het daar toch mee eens, meneer Heuvelmans. Ja, vind ik een toch interessante conclusie. Ben ik heel benieuwd inderdaad naar studenten inderdaad, wat is dan de achterliggende reden inderdaad, dat je dan toch vindt dat cameratoezicht inderdaad heel erg werkt aan die veiligheidsbeleving. Maar goed, ik blijf inderdaad bij mijn standpunt inderdaad. Het moet een brede mix zijn, liever geen cameratoezicht, want er zijn betere en wenselijke alternatieven. Ja, ik wil nog één punt aansnijden. Mevrouw Zuidi-Schotthoven, u had het over straatintimidatie. U zegt, daar moet meer gedaan worden. Nou, cameratoezicht kan een middel zijn om dat aan te pakken. Wat heeft u nog meer in uw gereedschapskist zitten om daar iets tegen te doen? Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld in ons programma geschreven dat we met lokboa's willen werken, waar Rotterdam ook mee werkt. Dus dat we boa's de straat opsturen met een wat korter rokje aan of gewoon op een tijdstip dat normaal ook vrouwen over straat gaan. En die gewoon ook lik op stuk geven op het moment dat zij op een onzedelijke manier toegesproken worden, lastiggevallen, achtervolgd worden. Dat is iets wat wij in Tilburg ook graag in zouden willen zetten. Wat wij verder zeggen is... Laten we deze even uit. Ik vind het iets aan. Mevrouw Oosterbos, de lokboa. Dus iemand in een kort rokje, dames de gemeente Tilburg op straat. En iemand wordt daar gesist en dan krijg je een bekeuring. Bent u daar voor of tegen? Nee, daar ben ik absoluut tegen. Vind ik een heel raar voorstel. Dan ga je dus vrouwen op straat zetten met de korte rokjes. Waarvan je eigenlijk weet dat het iets uitlokt. Nee, dat is echt
Ik een heel raar voorstel. Meneer Heuvelmans? Ik vind het ook een raar voorstel, maar ik wil een ander punt maken. We hebben inderdaad een aanpak straatintimidatie in deze stad. Volgens mij is dat een heel succesvol iets. Wat we in ieder geval daardoor wel weten, inderdaad als gemeente, inderdaad is wat nou hotspots zijn in deze stad, waar mensen zich echt consequent onveiliger voelen. Volgens mij moeten we daar in de slag gaan, om daar gewoon inderdaad het veiligheidsgevoel te verbeteren. Ander punt, wat volgens mij ook een discussie is, die de laatste maanden, jaren steeds meer speelt, is inderdaad dat echt heel erg duidelijk wordt dat vrouwen en meisjes inderdaad zich heel erg onveilig voelen, ook in deze stad. Dus mij moet je inderdaad ook iets aan doen inderdaad, aan het gesprek met elkaar voeren inderdaad, en zorgen inderdaad dat onder andere vrouwen en meisjes zich weerbaarder kunnen voelen in de openbare ruimte. Hoe dan? Nou, in ieder geval, dat is in ieder geval al het gesprek inderdaad, al lanceren inderdaad, welke ervaringen dat vrouwen meemaken in de openbare ruimte, na het feit dat ze van het stappen naar huis toe gaan. Of op andere manier inderdaad, dat ze misschien nagefloten of nageroepen worden. Het feit als we een gesprek erover gaan voeren, is mij al een eerste stap om te gaan kijken wat we daarna kunnen gaan doen, waar wij als gemeente eventueel in kunnen interveneren. VVD reageert. Nou kijk, je moet zo'n lokbouwboa, dat wordt er nu al een beetje uitgehaald, maar je moet een gereedschapskist hebben die je in kan zetten tegen straatintimidatie. En wij hebben als Tilburgse VVD de lead genomen om gelukkig raadsbreed gesteund iets te doen aan straatintimidatie. We zijn nu heel veel meldingen aan het verzamelen. Op basis daarvan kun je zien waar vindt het nou daadwerkelijk plaats. En ik kan jullie vertellen, daar zou bijvoorbeeld dan een keer mobiel cameratoezicht, meer cameratoezicht, een van de gereedschapstools kunnen zijn die je daarvoor in kan zetten. Omdat je dan kan zien, wat gebeurt daar nou? En dat je ook direct in kan grijpen. En wat ik als laatste hier nog over wil zeggen is, ik rond af. We waren altijd heel erg gericht op de slachtoffers. Hè? Dus vooral vrouwen, mensen uit de LHBTQI+ gemeenschap. Maar daarvan zeggen wij ook, vaders moeten niet alleen hun vrouwen of dochters beschermen. Ze moeten vooral ook hun zonen opvoeden. Ja, heel kort, was het nou wel of niet voor die lokboa? Bent u nou wel of niet voor die lokboa? Ja, het is onderdeel van de gereedschapskist. En uiteindelijk, zoveel mensen hebben last van straatintimidatie. Dus je kan daar wel over doen, hoe gaan we dat precies doen? Maar ja, we willen met z'n allen echt wel minder straatintimidatie. Daar moet je allerlei type tools voor inzetten. Laatste woord aan mevrouw Suzie Veldhoven. Nee, ik merk dat er heel heftig gereageerd wordt. Als ik zeg iemand met een kort rokje de straat op. Maar en ook de reactie van mevrouw Oosterbos net. Van ja, dan lok je het uit. Ik vind dat echt absurd. Als vrouw moet je gewoon in een kort rokje op elk tijdstip in Tilburg veilig over straat kunnen. En als het nodig is om daar lokboa's voor in te zetten, dan doen we dat. Ik kijk even of er nog vragen zijn van mensen thuis of uit de zaal wellicht. Misschien iemand in de zaal hier die zegt, dat mag ook hè? Wacht even. Hoor je me? Ja, je hoort me nu al. Oké. Ouder kan geen vraag stellen. Dat lijkt me niet, niet wenselijk voor het debat. Sorry. Goed, sorry. Als er vanuit landelijk beleid extra politie niet haalbaar is, hoe kan het gebruik van camera's dan ondersteund en gefaciliteerd worden door de gemeente? Aan wie is de vraag gericht? Of, in het algemeen. In het algemeen, ja. Oké. Okay. Nou, meneer Stappers, we wilden op het topje drukken. Ik zou zomaar zeggen door er meer van in te zetten. Want je kan vanaf die controlekamer heel direct sturen op allerlei verschillende camera's. Wat ik er nog niet over heb gezegd, is je kan bijvoorbeeld ook met inwoners en ondernemers kijken. Waar hebben we nou meer camera's nodig? Wat kunnen we daar nou nog in verbeteren? En dan heb je veel meer ogen en oren op straat. Alleen al door meer cameratoezicht, als ze landelijk niet over de brug komen. Voelt iemand anders nog geroepen op het podium om hierop te reageren? Hebben we nog één vraag misschien? Want hebben we even een korte pauze. Dat is ook wel even lekker. Ik heb een droge keel, joh. Ja, een andere vraag die heel vaak voorbij kwam was, moeten wij niet werken aan de weerbaarheid en de sociale cohesie in plaats van inderdaad aan cameratoezicht? Nou, ja. Stappen toe. Weerbaarheid en sociale cohesie. Waarom werkt u? Ik vraag het even aan u, want u zo'n groot voorstander hiervan bent. Daarom vraag ik. Ja, maar ik heb net daar ook al antwoord op gegeven. Hè. Het is en-en. Het een sluit het ander niet uit. Ik bedoel, natuurlijk moet je werken aan sociale cohesie. En is dat een belangrijk onderdeel van de hele aanpak? Überhaupt, namelijk van georganiseerde criminaliteit. Om een veilige stad te worden. En de stelling is meer cameratoezicht. En daarover is gevraagd, wat vind je daarvan? Ja, daar zijn wij een voorstander van. Mevrouw Zietveld, over die weerbaarheid, Ja, dat is precies wat ik ook heb gezegd. Het moet in die mix. Ik vind ook dat je heel goed moet nadenken, hoe bouw je? Als je een weg, een fietspad hebt met alleen maar achtertuinen daaraan, dan is het logisch dat er minder sociaal toezicht op is. Dus je moet in alles nadenken. Hoe richt je een stad in? Wij zijn ook groot voorstander van buurtpreventieteams, waarin mensen gewoon op de veiligheid van henzelf en van buren letten. Natuurlijk is het niet alleen cameratoezicht, maar er mag best meer cameratoezicht ingezet worden om Tilburg veiliger te maken. Helder, dat was het laatste woord. We gaan even pauze houden. Mag daar eens een applaus voor deze vier, dat doen we iedere keer. Dus dat doen we bij deze ook doen. Was het fijn, de pauze? Volgens mij wel. Als ik alle kandidaten weer het podium op mag vragen. Of is er één tussenuit gepiept in de pauze? Dat zou een leuk nieuwsartikel zijn op brabantsdagblad.nl natuurlijk. Ja, hebben ze iets leuks te schrijven, ja.
Maar nee, iedereen is er wel volgens mij, hè? Of niet? Ja, fijn. We gaan meteen naar de vijfde stelling. Welkom terug, u allen trouwens. Die gaat dus over studentenhuisvesting. Ik vraag naar voren even de VVD, D66 en de Partij van de Arbeid. Dus die zijn nu weer gaan zitten, maar die kunnen meteen weer opstaan. Want we gaan het hebben over de woningnood voor studenten. Honderden studenten aan het begin van dit jaar hadden nog geen woning. We hebben beelden gezien van internationale studenten die noodgedwongen... hoe vervelend is dat, kan je afvragen... maar in de Beekse Bergen moesten verblijven omdat ze niet... Een kamer konden vinden in Tilburg, de stad waar ze studeren. Daarom luidt de stelling, de gemeente Tilburg moet de komende jaren vooral huizen bouwen voor studenten. Lokaal Tilburg ook. Sorry, excuus, want dat zou eigenlijk Hans Smolders zijn, maar die had afgezegd. En daar had ik wel netjes doorgekrast, maar ik had de vervanger niet bijgezet. Nee. Van, goed dat u het bordje ook heeft meegenomen. Dus de gemeente Tilburg moet de komende jaren vooral studentenhuizen, vooral huizen bouwen voor studenten. Ik moet het goed zeggen. Laten we gelijk ook even naar de mensen thuis gaan. Die kunnen ook een vraag beantwoorden op dit onderwerp. De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor voldoende aanbod van woningen voor studenten in Tilburg. Eens of oneens? Dus moet de markt het oplossen of moet de gemeente het oplossen? Eens of oneens? Vul hem in, dan kijken we zo naar de resultaten. We beginnen weer met 30 seconden. Voor deze stelling. Meneer Van Aarden, lokaal Tilburg, u staat hier aan de linkerkant. Zegt u het maar. Sorry, ja. Het is een NNN-verhaal. Wij vinden als lokaal Tilburg dat ook bijvoorbeeld onderwijsinstellingen zelf, dus ook de universiteit, best wel wat meer verantwoordelijkheid mag pakken bij die huisvesting van studenten. En dat doen ze al voor een deel, laat dat duidelijk zijn. We hebben dus sinds kort inderdaad een projectmanager op de universiteit aangenomen die inderdaad gaat bemiddelen in die zoeken naar oplossingen voor die huisvesting. Maar dat kan wat ons betreft nog veel meer. Wij zitten echt te denken bijvoorbeeld ook aan meer campusachtige woningen. Je ziet dat ook in andere steden, vooral ook in het buitenland. En dat zou een hele mooie oplossing kunnen zijn om meer studenten te gaan huisvesten. Het is niet zo dat de gemeente daar geen aandacht in heeft, want we hebben natuurlijk een convenant gesloten met een behoorlijk stevige ambitie. Dus er gebeurt al best veel. Maar het kan best nog wel een tandje scherper. En het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is een NNN-verhaal. Meneer Molenaar, D66. Ja, Tilburg, heel groot woningtekort. En we moeten voor iedereen gaan bouwen. Als we alleen voor studenten gaan bouwen, dan zullen we zien dat die studenten te lang in die studentenkamers blijven zijn. Op de dag dat je afstudeert, dan wil je juist ook weer naar die starterswoning gaan. En op het moment krijg je misschien kinderen, start je een gezin. Dan wil je naar die eengezinswoning gaan. En zo moet je door. En daarom moet je voor al die partijen blijven bouwen. De heer Van Aarden heeft een goed te pakken. Die zegt, nou goed, we moeten dus inderdaad gewoon heel veel bouwen voor iedereen. En studenten zijn daarbij een hele grote partij. Ik kan het eigenlijk niet simpeler zeggen dan dat. Meneer Jansen. Ja, de Tilburgse Partij van de Arbeid, die vindt dat wij voor 4 groepen moeten gaan bouwen. Specifiek, we moeten voor iedereen bouwen, maar voor 4 groepen. Dat is voor studenten, dat is voor starters. Maar dat is ook voor ouderen en voor mensen met een laag inkomen. Maar met bouwen alleen ben je er niet. Je moet ook zorgen dat je bijvoorbeeld leegstand extra belast. Want als we bouwen en vervolgens leegstand hebben, schieten we er niks mee op. Je moet ook zorgen dat woningen geen beleggingsobject zijn, maar dat ze worden gebouwd om in te wonen. En als laatste, wij vinden zelfs, als het moet, dat we ook weer moeten kunnen kraken. Dat vindt de VVD denk ik niet. Maar goed. Nee. Alsjeblieft op. Heel stappen zo, zeg. Ik heb nog geen van de partijen horen zeggen of ze voor of tegen de stelling zijn. Maar laat ik als VVD in ieder geval duidelijk zijn. Wij zijn tegen de stelling. En dat zit hem niet in dat wij tegen studentenhuisvesting zijn. Het zit hem in het woord vooral voor studenten bouwen. We hebben namelijk een enorme woningbouwopgave. Het is belangrijk dat we voor alle groepen, en dat hoor je de andere partijen ook zeggen, voor andere groepen, voor alle groepen gaan bouwen. Als Tilburgse VVD hebben wij een ambitieus woningbouwprogramma. Meer dan de meeste partijen hier vanavond aanwezig. We willen 2500 woningen per jaar erbij bouwen, waarvan het grootste deel goedkope koopwoningen. Dat is ook voor jullie de starters van de toekomst. Daar moeten we vooral op inzetten. Er wordt net al gezegd, we nemen al maatregelen voor studentenhuisvesting. Je moet nadenken over betere doorstroming. Iemand die net komt studeren heeft andere behoeftes als iemand die misschien aan het afstuderen is of net gaat werken. Je moet nadenken over bijvoorbeeld, waar we ook mee bezig zijn, arbeidsmigranten. Zoveel mogelijk grootschalig huisvesten bij industrieterreinen, zodat je die huizen vrij speelt om daar ook studenten in te kunnen zetten. Dus we moeten dat samen doen. En dat is eigenlijk de volgende stelling.
Ik ben heel blij dat de heer Van der Donk ook heeft aangegeven... studentenhuisvesting. En dat het ook dat signaal van de universiteit komt. We zullen daar samen in op moeten trekken. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat er meer huizen zijn, ook voor studenten. Meneer Molenaar, D66, reageer even op het verhaal... dat de VVD de meest ambitieuze woningbouwplannen heeft van deze stad. Bent u het daarmee eens? Nou goed, ik durf niet. Ik denk dat de VVD het meest ambitieuze programma heeft en ook het meest onrealistische programma heeft. Punt. Zo makkelijk kan het zijn. Als wij 2500 woningen per jaar zouden kunnen bouwen in Tilburg, dan zouden we dat doen. Maar ik denk helaas niet dat het erin zit. En zoals mevrouw Zorilis van het CDA ook heel goed aangaf, is dat je heel goed moet nadenken over hoe je die woningen dan neer gaat zetten, voor wie je die gaat bouwen en hoe je dat op een duurzame manier kan gaan doen. Ik ben heel bang dat als de VVD die 2500 woningen per jaar moet gaan realiseren, dat we studenten krijgen in hele kleine goedkope kamers, in containers zoals we ze nu zien naast het Olympiastadion. En dat er uiteindelijk keuzes worden gemaakt om nummers te bereiken en investeerders blij te maken. In plaats van dat we gaan verduurzamen en goede huisvesting voor studenten en andere Tilburgers in deze stad. U mag reageren. Ja, ik denk dat je dingen uit elkaar moet halen, hè, in deze discussie. De studentencontainers waarover wordt gesproken, dat is met name flexwonen om tijdelijke huisvesting voor studenten mogelijk te maken. Eigenlijk een soort noodoplossing. Die 2500 woningen die wij voorstaan, dat zijn geen flexwoningen. Dat zijn fatsoenlijke woningen voor zowel studenten, maar ook voor starters, ook voor ouderen. En ook in de sociale basis zullen we moeten investeren, dus sociale woningbouw. Ik denk dat dat onderscheid belangrijk is om te maken. En het is interessant, hè? Op dit moment hebben we een ambitie om 1500 woningen per jaar te bouwen. Daar loopt D66 op dit moment achteraan. Daar straalt geen ambitie uit. En tuurlijk, het moet realistisch zijn. Maar als je dat met de juiste maatregelen doet, iedereen heeft het over moeten weer woningen bouwen, dan moet je die lat wel hoog leggen. En daarom zeggen wij, ga voor 2500 woningen van het grootste deel goedkope koop. En dat is realistisch. Dat kunnen we doen als we met z'n allen die schouders eronder zetten. Meneer Jans, ik zag u knikken, Partij van de Arbeid. Ja, ik vind het altijd een beetje flauw als we een soort haasje over gaan doen wie het meeste woningen kan bouwen. 1500 is bijna een beetje wie biedt er meer. Hè? Dat moeten we volgens mij voorkomen. Het gaat erom dat we bouwen, maar het is ook echt dat er andere maatregelen komen. En ik snap dat we hier voor studenten spreken en dat het heel goed is om te zeggen dat we ook voor studenten vol in moeten zetten. Maar het verhaal is natuurlijk moet veel breder en veel eerlijker verteld worden. De streefcijfers voor de sociale woningbouw de afgelopen jaren zijn gewoon niet gehaald. Dan moet je gewoon zeggen... Daar gaan we op inzetten. Er is een hele brede behoefte en het is te makkelijk om te zeggen... We gaan alleen maar bepaalde koopwoningen doen. Nee, je moet breed kijken waar die behoefte ligt. En we zijn nu bij studenten, dus we zijn allemaal voor studentenwoningen. Maar er is natuurlijk veel meer nodig. En alleen bouwen is onvoldoende. Je moet ook echt met regels komen om te zorgen dat in woningen gewoond wordt. We hebben ook wat vragen van kijkers thuis. Die leggen we even voor. Ja, de eerste vraag is, hoe staan de partijen tegenover het weigeren van vergunningen voor het verhuren van eensgezinswoningen aan 3 of meer personen? Meneer Van Aarle. Ik sta aan. Ja, ja, hij doet het. Ja, ik zou ook wel graag even op de VVD willen reageren. Nou, doe dat even kort, dat is goed. Zal ik eerst even de vraag bekomen? Dat is goed. Ja? Nou, daar is wel een reden voor. En die reden is denk ik op zich wel terecht. Dan kijk ik even naar mijn eigen situatie als voorbeeld. Hè. Ik woon op de Korversweg. Om mij heen zijn alleen maar studentenpanden van huisjesmelkers. En die huisjesmelkers zijn maar in één ding geïnteresseerd. Dat is geld. Euro's verdienen. Die huizen worden vreselijk verwaarloosd. Die staan te verpauperen. Dat is een aanfluiting voor de straat. Die studenten worden in feite uitgebuit. Die klagen over achterstallig onderhoud. Lekkages, slechte badkamers. Keukens die niet goed functioneren. Wordt niets aan gedaan. Laten we als gemeente in hemelsnaam eens gaan optreden... tegen mensen die alleen maar die huizen opkopen, daar studenten in zetten... en alleen maar geïnteresseerd zijn dat jullie betalen... maar het in feite verrekken en verdommen om die huizen fatsoenlijk te onderhouden. Niet alleen aan de binnenkant, ook aan de buitenkant. Maar hoe wilt u dan optreden? Door inderdaad gewoon op te gaan acteren. We hebben verordeningen in de stad die we gewoon kunnen inzetten. Hetzelfde met leegstaande panden. In de stad staan honderden leegstaande panden. In de oude stad, binnen de ringbanen. We hebben samen met de SP hebben daar ook al eens een keer een punt van gemaakt. We hebben een leegstandsverordening in Tilburg. Nee, die ligt gewoon in de koelkast. Daar doen we helemaal niks mee. En het enige argument is, ja, maar dat kost te veel capaciteit en te veel geld. Maar als je die inzet en je kunt die eigenaren van die leegstaande panden kun je aanspreken. En je hebt die verordening, die heb je. Je kunt hem gewoon inzetten. Andere steden doen het ook. Gewoon keihard aanpakken. Dan kun je al meteen, dan hoef je geen huizen te bouwen. Nee, ze staan er. Ja, maar goed, die mensen aanpakken. Dan de vraag van die student hier, die zegt... ja, wij hebben een huis gevonden van iemand... en die zegt, ik wil het wel verhuren aan meerdere studenten. Dus, dat lukt dan, dat mag dan niet, dat gaat dan niet. Nou, ik heb een plattegrondje bij. Mag ik dat even pakken? Dan,
Ondertussen ga ik even meer verstappen. Dus gaan we zo naar Patagonie. Gebruik die tijd om ook heel even kort daar iets over te zeggen. Kwaliteit van studentenhuisvesting, tuurlijk, hartstikke belangrijk. Ik woon zelf in het centrum, woon om de hoek bij de Primus van Geelstraat. Ik heb zo'n enorm groot wit huis. Jullie kennen het waarschijnlijk wel, de Primus. Met ontzettend veel studenten. Nou, het is verschrikkelijk hoe dat erbij staat. En daar zijn regels voor, daar moeten we gewoon veel strikter op handhaven. Dus het antwoord daarop is, hoe gaan we dat doen? Veel strikter op handhaven, kwaliteit van studentenhuisvesting. In reactie op de vraag, hè, die komt vanuit een van de studenten. Die verkamering die we nu hebben stopgezet, dat heeft ermee te maken. Je moet wel kijken, op het moment dat je studenten ergens neerzet, dat zorgt voor een bepaalde dynamiek in de leefbaarheid in de wijk. Dat kan zorgen voor overlast. Ik ben zelf ook student geweest. Ja, we hebben een ander soort ritme als de mensen die bijvoorbeeld moeten werken overdag. Dus je moet ervoor zorgen dat goed leefbaar samengaat. En daar kun je kritisch naar kijken. Maar dat betekent dat er genoeg wijken nog zijn, waar je dus ook studentenhuizen kan creëren, waardoor de leefbaarheid niet onder druk komt te staan. Dus daar kun je naar kijken. Dus wat mij betreft laten we dat op een gegeven moment los. En kijk je kritisch naar de wijken waar het wel kan. Ik ga naar D66, daarna naar het plattegrond van meneer Van Aarle. En dan komt er nog een vraag. D66. Ja. Ik denk dat de goede vraag is dat wel de aap uit de mouw komt. En dat de heer Van Aarle en Niels eigenlijk zeggen, nou goed, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Meer studenten in die wijk. En de D66 is er wel voor. Als wij zouden kunnen kiezen, dan zouden we het weer mogelijk moeten maken om inderdaad dat soort woningen, zoals in de vraag wordt genoemd, weer mogelijk te maken voor studenten. Uiteindelijk betekent dat het moet passen in de wijk. Maar ik denk dat dat kan. En ik denk dat studenten prima in staat zijn om daar samen met de buurt afspraken over te maken. Meneer Van Aarle, uw plattegrond. Die plattegrond die bewijst waarom wij inderdaad deze regels hebben in de stad. Dat is niet voor niks. Ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk te zien, maar deze vlek, dat is de binnenstad van Tilburg. Dat is de binnenstad van Tilburg, zien we, ja. Dat is één grote vlek geworden. Het zijn allemaal studentenpanden. De hele binnenstad staat vol met studentenpanden, opgekocht door die huisjesmelkers, waar we het net over hadden. En daar wonen ook nog mensen, daar wonen ook nog gezinnen met kleine kindjes. En die hebben soms, laten we daar ook even eerlijk in zijn, best wel een beetje last van hoe studenten zich gedragen. Als ik bij mij tegenover kijk, heel mooi studentenpand, wat totaal verwaarloosd is, daar is een complete bar ingebouwd. Er werden vanmiddag 7 fusjes bier naar binnen geladen om het weekend even gezellig carnaval te gaan vieren. Vind ik prima, maar volgens mij hebben we ook nog horeca. Ja. Meneer Molenaar, u was tot een paar jaar geleden een overlastgever als student. Zullen we nog één keer wat zijn? U was een overlastgever als student. Nee, ik zet hem even scherp aan. Maar wat vindt u daarvan, van wat meneer Van Aarle zegt? Ik denk dat de reden dat studenten in de binnenstad wonen heel logisch te verklaren is, omdat studenten heel veel gebruik maken van de stad. Die zijn vaak in de kroeg, hebben vaak geen auto, hebben het nodig om in die binnenstad te gaan zitten. Als je in de binnenstad woont, als je in de Korte Heuvel zit, dan weet je dat je geluid van kroeg hebt. Daar vindt de kermis in de zomer plaats. En als je daar gaat wonen, dan weet je dat je te maken hebt met enige overlast, omdat het een centrum is wat iedereen gebruikt. En studenten die gaan er zitten en die maakt het niet uit. Die zijn minder mobiel, maken meer gebruik van die stad en zitten daarom in die binnenstad. Je hoeft ze helemaal niet kunstmatig te gaan verplaatsen naar de race of helemaal naar Noord. Als dit de plek is waar ze willen zitten en je zo op die manier tegemoet kan komen aan studenten en hen een fijne studententijd kan geven, moet je dat doen. Ik geef het naar meneer Jansen. Ik heb ook een plattegrond, wacht even. krijg je 30 seconden meer, hè? Dus ik pak hem even. Kijk, de kern is, we leven in een samenleving. En we moeten geen studenten wegstoppen, we moeten geen arbeidsmigranten wegstoppen, we moeten samenleven, we moeten mixen. En in sommige wijken is die mix doorgeslagen en dan moet je als gemeente kijken welke instrumenten heb ik om er weer een samenleving van te maken. Maar het oplossen door te zeggen we doen helemaal niks meer in geen enkele wijk, dat is geen oplossing. Er zijn dus ook wijken waar maar zeggen we gaan het overal toestaan is ook geen oplossing. Ja. Alleen de student bestaat helemaal niet. Hè? Er zijn heel veel studenten waar het wel goed gaat. En ik vind het altijd jammer als dan die 7 kratjes bier erbij gaat worden. Er zijn ook genoeg gezinnen met baby's waar studentenhuizen misschien wel last van hebben. Je moet samenleven. Meneer Van Aarle mag even kort reageren op wat er net gezegd wordt. Nou, kijk, ik word een beetje geïrriteerd over zelfs. Want het is makkelijk praten als je zelf niet woont. Dat is het punt natuurlijk. Hè? Maar als jij... Nee, laat me even uitpraten. Dat vind ik wel netjes. Als je inderdaad in een wijk woont zoals op Kolven, die oude wijken in de binnenstad, daar wonen gezinnen met jonge kinderen. En als daar een pandje vrijkomt en dat wordt opgekocht door een huisjesmelker en die stopt daar studenten in. Het is ook niet elke avond zo, dat geef ik meteen toe. Maar er zijn best veel momenten, zeker in coronatijd geweest, waarin die kinderen gewoon last hadden van de herrie en van het gelal en van de overlast van studenten. Dat mogen we toch ook kunnen benoemen? Daar hoeven we het er niet geheimzinnig over te doen met z'n allen. We moeten samen inderdaad een leefbare stad maken. En we hebben inderdaad voldoende wijken waar die ruimte wel is. Maar we moeten ook beseffen dat je in die oude wijken, die oude stadswijken, waar ook mensen wonen met kinderen, en die hebben ook recht op privacy en op een aangenaam leefklimaat.
En het is niet prettig als je iedere nacht wakker gehouden wordt door lallende studenten die dan s'nachts om 2 uur, 3 uur straat nog inderdaad heel de buurt in feite op. Korte reactie, D66, dan gaan we naar de volgende vraag, want u werd aangesproken. Nou goed, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik denk dus dat je dit niet oplost als je studenten dan in andere wijken gaat zetten. En daarom zie ik geen enkel heil in wat hier die partij zegt. Je moet gaan kijken naar wat er hier dan gebeurt. Als de studenten die bij u vervelend zijn in de Corvo, als ze die in andere wijken gaan neerzetten, dan denk ik nog steeds dat, zoals we nu hebben gezegd, dat je afspraken met elkaar moet maken. Dat je met elkaar ervoor tot een oplossing kunt komen. Er zijn geen wijken waarin geen jongeren... Punt gemaakt. Punt helder. We hebben nog één vraag van thuis. We hebben eigenlijk twee. Je mag er één stellen. Dan wil ik iemand... Martijn in het midden even het woord geven. Martijn in het midden. Is dat je achternaam of is het omdat je in het midden van de zaal zit? Meneer in het midden. Hallo? Doet hij het? Ja. Ik heb een vraag aan meneer Van Aalen. Waar moet ik dan wonen? Nou, dat had ik volgens mij al verteld. Wij zijn voor die campusachtige settings. Dicht bij de universiteit. Dat je daar inderdaad... En dat doen we al voor een deel. Hè. We zijn natuurlijk hier met het kenniskwartier hebben we heel veel ambities. Zijn we ook woningen aan het realiseren voor studenten. Dus lekker ook nog dichtbij, hoef je niet ver te fietsen. En je mag rustig in de binnenstad wonen. Dat is helemaal geen probleem. Maar dan zeggen wij wel, dan moet je inderdaad ook afspraken met elkaar maken. Zowel voor de verhuurder als voor de huurder. Dat je heldere spelregels hebt wat wel kan en wat niet kan. Andere steden doen het ook. Leiden heeft ook een prachtig convenant. Wat je als je student bent en je huurt een kamer in Leiden in de binnenstad, moet je een convenant ondertekenen. En daar heb je eigenlijk gewoon aan te houden. Zo simpel ligt het. En even de reactie richting D66. Je kunt wel zeggen over inderdaad overlast. Maar dan moet je ook wel handhaven. Dat doen we ook niet. Ja. Dat punt over de overlast, toch even naar de VVD dan. We moeten eigenlijk gewoon al die studenten moeten woningen bouwen rondom de universiteit. Er moet een campus komen. Bent u daarvoor? Nou, kijk, net ook al gezegd, studentenhuisvesting. Je moet niks uitsluiten, je moet er alles aan doen. We zijn dus bezig met het kenniskwartier. Dat is eigenlijk waar de heer Van Aalen het over heeft. Dat is het gebied eigenlijk vanaf het spoorpark tot aan de universiteit. Er komen 8000 woningen bij, waarvan ook een groot deel voor studenten. We hebben dat studentenconvenant, 1900 woningen voor studenten erbij. Er zitten er nu iets van 1300 in de planvoorraad. Het is allemaal wat technisch, maar we zijn daar dus wel druk mee bezig. En daar zit ook die campusachtige setting bij. Dus dat is een optie. Ik wil nog heel even kort reageren, ook op de discussie. Mm-hmm. Ik woon zelf ook naar studentenhuis, kun je prima afspraken mee maken. Dus het gaat er mij om dat je goed kijkt naar die leefbaarheid in die wijken. Dat je daar met elkaar het gesprek over blijft voeren. Ik doe dat ook met studenten daarnaast, maar dat kunnen we ook rustig zelf. Ik vind het alleen een beetje vaag vanuit D66, want ik hoor ze aan de ene kant zeggen, leefbaarheid is belangrijk en we moeten samen het doen. Maar ondertussen mag alles en mag iedereen overal geplaatst worden. En dat vind ik wel gevaarlijk. Je moet ook daarin wel eerlijk zijn dat misschien op sommige plekken niet heel verstandig is om daar studenten neer te zetten. Of arbeidsmigranten of wat voor doelgroep je daar dan ook neer wil zetten. En op andere plekken wel. Uiteindelijk zullen we toch met z'n allen samen moeten doen. Zullen we even kijken naar de uitslag van de stelling? Want we hebben ook mensen nog online om een vraag gesteld. En dan gaan we daarna nog even naar een vraag uit de zaal. Dus de gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor voldoende aanbod van woningen voor studenten. Eens. Zo. Nou ja, meneer Jansen, u moet aan de bak. De gemeente moet het oplossen. Ja, maar we hebben natuurlijk eerder al gezegd, dat is te makkelijk. En ik denk ook helemaal niet dat de Universiteit van Tilburg of Fonds of Hans dat vindt, de gemeente Tilburg moet oplossen. Ik denk dat de studenten dat ook helemaal niet vinden. Oh ja? Je moet, het is altijd makkelijk natuurlijk. Nee, je moet dat samen oplossen. Zo simpel is het. En nogmaals, Eindhoven heeft daar hele goede voorbeelden van, met ook bouwen op grond van de universiteit of financiële combinaties maken. En er kan veel meer als je het samen doet. Dus de gemeente Tilburg is een belangrijke speler, maar in eentje kan de gemeente Tilburg ook niks. Korte reactie D66, stak uw hand op. Ja, volledig mee eens. En tegelijkertijd zien we ook in deze cijfers dat de mening is dat de gemeente een grote rol moet gaan nemen in wat voorheen heel erg afhankelijk is geweest van een stukje vrije marktwerking. Dat we daar veel belangrijker op moeten gaan interveneren en dat we daar een kartrekkersrol in moeten gaan spelen en kijken hoe we deze stad vorm willen gaan geven, zodat het uiteindelijk voor iedereen in Tilburg gaat werken. En dat betekent onder andere dat we een eigen woningplicht zouden moeten gaan invoeren en ook inderdaad dat we niet meer zomaar alles kunnen laten opkopen. Punt. We hebben een vraag uit de zaal, geloof ik, nog eentje. Ja, we hebben nog een vraag. De andere partijen die erachter zitten denken, waar mag ik nou? Maar we gaan straks ditzelfde thema nog een keer met die andere partijen bespreken. Dus mocht je dan denken, waarom horen we die niet? Ja, zeg het maar. Eerst even, hoe heet je? Ik heet Ruben. En ik woon in de Korte Nieuwstraat, vlakbij het NS-plein. En daar wonen we nu eigenlijk in een flat. Een mix met studenten, starters. Maar dit waren vroeger bejaardenwoningen, verzorgingswoningen volgens mij. Die demografie leeft daar ook nog steeds in. Ik wil er eigenlijk wel een lans voor breken dat hartstikke goed kan gaan. Dat ik dat zelf toegevoegde waarde vind te hebben.
Bij de vorige stelling hadden we het ook over sociale cohesie en weerbaarheid in de stad. Maar dan hoor ik de VVD die arbeidsmigranten ergens op een industrieterrein wil zetten. Ik hoor lokaal Tilburg die studenten op een campusje wil zetten. Hoe verenigen jullie dat met de gemixte bruisende stad die Tilburg moet worden? VVD mag even reageren. Nou, ik ben blij met de vraag. Hè? En volgens mij hetgeen wat je aangeeft over die sociale cohesie, hetgeen waar je zelf woont, hartstikke goed. Maar ik ben blij met de vraag omdat ik heel even kort kan toelichten wat onze uitspraak ten aanzien van die arbeidsmigranten inhoudt. Er is onderzoek gedaan naar arbeidsmigranten, wat willen ze vooral? Ze willen vooral dicht in de buurt van hun werk wonen, knijterhard werken, het liefst zoveel mogelijk en zoveel mogelijk geld erbij verdienen. En zij hebben niet behoefte aan uitgebreid inburgeren in de stad. Dus wat je moet doen is proberen die mensen nou zoveel mogelijk in de buurt van het industrieterrein te zetten. Ze hebben zelf ook aangegeven dat ze dat willen. Dat kun je wat grootschaliger doen, zet er een opzichter bij, je kan er een supermarktje bij zetten. Mensen zijn daar hartstikke tevreden. En op die manier speel je wel ruimte vrij voor bijvoorbeeld studenten. En je kan wel een beetje ideologisch zeggen van ja, we moeten met z'n allen samen voor deze groep, juist omdat ze zelf hebben aangegeven, wij zouden zoveel mogelijk willen werken, zo dicht mogelijk in de buurt van het werk, zou je die grootschalige huisvesting een optie kunnen zijn. Dus dat is de achterliggende gedachte van die uitspraak. Dus meneer Van Aarlen, u mag ook even reageren en dan gaan we daarna naar de volgende stelling. Nou, ik ben het met de vraagsteller eens, want inderdaad die combinatie van studenten die bijvoorbeeld ook in, je hebt ook verzorgingstehuizen, hè, waar studenten een aantal kamers, en daar heb je die interactie en dat werkt heel positief. Het is van het CDA, maar ik wil hem best nog wel een keer herhalen, Anne. Het idee van de hospita is ook een heel mooi voorbeeld. Hè, waar inderdaad, zonder dat het overlast geeft, zowel degene die de kamers verhuurt als de studenten heel blij zijn met elkaar en elkaar alleen maar in feite helpen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden dan alleen maar een campus. Dat wil niet zeggen dat die campus nog steeds, wat ons betreft, als het om aantallen gaat, dan heb je een campus nodig. Ja. Kijk, zo'n hospitaal is een leuk idee, maar daar red je niet met duizenden studenten natuurlijk. Maar het zijn allemaal druppeltjes die bijdragen aan die gevulde emmer. Mag ik een studenticoos applaus voor deze vier? De VVD blijft staan. CDA en Partij voor de Dieren komen erbij, want we gaan het hebben over wiet. Er is namelijk een wiet-experiment. Misschien een beetje technisch, maar de achtergrond is dat... Hebben we een hele leuke opmerking? Nou, gooi hem erin, zou ik zeggen. Nou, ik heb nog een opmerking vanuit de poll. Of vanuit de comments. En dat is, beste meneer Van Aarlen, u bent altijd welkom voor een vers biertje van een van onze zeven fusten. Groetje uit Korvel. Nou. Want de productie en levering van wiet aan coffeeshops is nog altijd illegaal in Nederland. Maar er is een wiet-experiment waarbij dan dus de overheid gaat kijken hoe telers dat legaal kunnen doen. Gereguleerd die wiet leveren aan coffeeshops. Stelling 6 luidt dus: de deelname aan het wiet-experiment is positief voor de gemeente Tilburg. Mevrouw Zulies Veldhoven van het CDA, u krijgt 30 seconden. Ja, dank u wel. Dit wordt moeilijk in 30 seconden. Maar wij zijn tegen de proef om ook wiet legaal te gaan telen in Tilburg. Want de veronderstelling daarachter, en dat gaat meneer Van Stappershoeven u in ieder geval zo meteen vertellen, is dat dat leidt tot minder criminaliteit, dat dat leidt tot minder inzet van politie en justitie. En onderzoek van onder andere deze universiteit, Pieter Tops, hier geen onbekende, laat zien dat dat gewoon volstrekte onzin is. En het is ook niet raar als je realiseert dat alleen al in de omgeving van Tilburg voor 800 miljoen aan wiet geproduceerd wordt. Die paar percentages daarvan die naar de Tilburgse coffeeshops toe gaan, daar ga je ze echt geen slag mee toebrengen. En we vinden het wel schadelijk om hier aan mee te doen, omdat het gewoon afleidt van waar het echte probleem zit. En het echte probleem zit hem dat we grootschalige productie hebben in een wereld vol intimidatie, vol geweld, dat we jongeren hebben die verstrikt raken doordat ze daar gebruik van maken, verslaafd raken, bij school uitvallen, een makkelijke prooi worden voor die dealers om als drugsezel te gaan werken. Dus wij vinden dit een onverstandig verhaal en zetten liever in op echte oplossingen. En daar heb ik ook nog een paar voorstellen voor. Mevrouw Wijnands, Partij voor de Dieren. Ja, Partij voor de Dieren is eigenlijk heel positief over het experiment. Wij vinden namelijk dat het zo is dat iets wat in de huidige tijdsgeest speelt, dus het gebruik consumeren van softdrugs, dat hoort een beetje bij de generatie. En als je het gaat vergelijken met bijvoorbeeld alcohol, er zijn ook heel veel gezondheidsrisico's. En dat is heel belangrijk dat jongeren daar goed over worden geïnformeerd. Maar
wiet is bij heel veel mensen niet meer weg te denken. Dat is een genotsmiddel wat voor sommige mensen misschien even belangrijk is als alcohol. En we willen dat ook zeker niet stimuleren. Maar wij staan open voor het experiment om te kijken waar het heen kan gaan als we een stuk uit die supply chain legaliseren. Want die supply chain is er toch wel. Het is eigenlijk heel gek dat die er in een donkergrijs gebied zit. Dus wat nou als we gewoon kijken naar wat de opties zijn van het legaliseren en wat daar de effecten van zijn. Ja, daar staan wij voor. VVD. Ja, wij zijn uiteraard voor deze stelling. Deelname aan het wiet-experiment is positief voor de gemeente Tilburg. We hebben nu een heel raar beleid. Je mag verkopen, dat wordt althans gedoogd. Maar de coffeeshops mogen er niet inkopen. Dat is verboden. Dat is een soort type schizofreen beleid waar wij absoluut van af willen. Wij zijn er voorstander van om die gesloten coffeeshopketen te creëren, zodat het allemaal legaal wordt, zodat je daarmee ook echt daadwerkelijk iets kan doen aan onder andere de georganiseerde criminaliteit die erachter zit. Maar laat ik daarbij zeggen, ik ben het eens met mevrouw Zuridis. Die grote georganiseerde criminaliteit zit niet per se achter die coffeeshops. Het gaat vooral om de vraag hierachter, hè, dat normstellende wat het CDA altijd doet, drukt te slecht voor je. Ik begrijp het, hè. Ik begrijp waar dat vandaan komt. Maar softdrugs, en daar heeft net mevrouw Wijnands ook iets over gezegd, softdrugs is volgens het RIVM niet schadelijker, nog sterker, alcohol en tabak zijn schadelijker dan softdrugs. Dus ik vind het wel belangrijk om dat in de discussie mee te nemen. Zorg dat je een gesloten coffeeshopketen hebt waarmee je het legaliseert. Dat werkt alleen maar positief uit voor de gemeente Tilburg. En dan kun je al je aandacht vestigen op die grootschalige criminaliteit die er niet daarachter wegkomt, maar achter al die containers die bij de Rotterdamse haven aankomen, noem maar op. CDA mag zo reageren. Even naar de stelling voor de mensen thuis. Dat vind ik wel interessant. Deelname aan het wiet-experiment is een voorspellende stelling. Zal drugscriminaliteit in Tilburg verlagen, eens of oneens? Nou, zet in. Ik ben heel benieuwd wat hier zo uitkomt. Mevrouw Velter, u zegt al, nee, uit onderzoek blijkt dat dit onzin is. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou ja, daar kan ik iets meer over vertellen. Er is onder andere gekeken naar Canada, hè, waar dat zo is, dat ze het ook de teelt gelegaliseerd hebben. En daar is het gewoon zo dat het illegale circuit super levendig is. Want die kunnen het goedkoper leveren, die kunnen het sneller leveren, die kunnen het met hoger percentage werkzame stoffen leveren. Dus daar doet het eigenlijk daar al niks. En in Tilburg en in Nederland hebben we ook nog met de unieke situatie te maken dat we gewoon produceren voor de hele wereld. He, waar dat in Canada nog is voor de lokale markt misschien, is het hier zo dat we gewoon voor het buitenland produceren. Dus die paar procent, dat levert echt niks op. Wat we wel weten, is als wij met z'n allen straks rustig gaan slapen, omdat de heer Van Stappershoef zegt, we hebben het netjes geregeld, het is helder, dan gaat maar weer de aandacht weg van waar het echte probleem is. Minder aandacht, omdat we allemaal denken dat het goed geregeld is. En ondertussen kunnen die criminelen hier gewoon alles doen en laten wat ze willen. Wij vinden dat ze daar gewoon op dat wij daar echt op in moeten zetten en dat we echt die ondermijning alleen maar een slag toe kunnen staan als we ook gewoon hier heldere normen stellen. PVD. Ja, ik volg deze hele beredenering. Hè. 80% is voor de export. En dat haal je niet weg als je met het wiet-experiment gaat werken of die coffeeshopketen gesloten maakt. Daar ben ik me ook van bewust. Maar laten we dat nou in ieder geval met z'n allen doen. Ook om het enigszins te normaliseren, het gebruik van softdrugs. En dat is het grote probleem met het CDA. Ze blijven nog heel erg hangen in het wat meer conservatieve gedachtegoed. Dat het CDA uit gaat maken dat ze softdrugs slecht voor je is. En natuurlijk, op het moment dat je het kan controleren in een gesloten coffeeshopketen, kun je ook sturen op kwaliteit. Je kan sturen op voorlichting. Weet hetzelfde zoals we met alcohol doen. Drink met mate. Rook een jointje met mate. Wat ons betreft moeten we er niet zo rigide in zitten. En het CDA vindt ons geheel aan de zijde, dat weten ze natuurlijk ook, als het gaat over die aanpak van die georganiseerde criminaliteit die rondom die 80% export zit. Daar moeten we met z'n allen werk van maken. Mevrouw Zuidis-Veldhoven, is het zo? Is softdrugs slecht voor je? Nou ja, weet je, ik denk dat we niet. De heleboel mensen in deze zaal, daar ga ik ook niet naïef over doen, zullen best wel eens gebloot hebben, zullen ook best wel eens een ecstasy-pilletje gebruiken. U ook? Een pilletje niet. Zeker, ik heb ook wel eens toen ik 16 was een keer gebloot. Absoluut. En daar gaat het ook niet om. Weet je, wij zijn de norm niet. Het gaat mij om die kinderen die opgroeien in Noord, die gaan gebruiken, die uitvallen bij school, die spijbelen, die in schulden terechtkomen, die op die manier zo'n makkelijke prooi zijn om ook door die drugscriminelen geworven te worden om voor hen te gaan werken. Daar zit echt wel een probleem. Ik wil er best wel romantisch over doen, maar het is gewoon harde onverschilligheid naar die kinderen. Absoluut. Mevrouw Wijnands? Ja, ik wil eigenlijk even weer terugpakken op het eerste argument wat je gaf.
Namelijk dat de criminaliteit, de straathandel, zal niet per se afnemen. En dat blijft een heel groot probleem. Maar ik denk dat we die twee ook best wel even los van elkaar kunnen zien. Want is nou het grote probleem dat het iets illegaals legaal maken is? En dan vooral drugs waar u al in uw partij niet per se achter staat. Hè? Gaat het daarom of gaat het over de gezondheidsrisico's? Wat is nou het grote probleem van juist met dit experiment wat meer inzicht krijgen, hè, in die achterkant, in die wiet die toch wordt aangeleverd? Wat is daar precies het probleem van? Het is ook een experiment. Kort antwoord van het CDA. Het probleem is dat het niks oplost en dat Nordanus onder andere in zijn rapport ook laat zien. Op het moment dat we denken dat het goed geregeld is in die hele keten, gaat alle aandacht. Het is nu al zo, nu alleen maar dreigt dat er een proef komt, hè, met legale teelt, dat de hennepteams van de politie minder capaciteit en minder geld toegekend krijgen. Dat vind ik een probleem. Dus het leidt af van het echte probleem en het is een schijnoplossing voor iets waar je gewoon echt niemand een dienst mee bewijst. Even naar de mensen thuis, want er is een vraag binnengekomen, begreep ik. Ja, dat klopt. En dat is hoe de VVD eigenlijk kijkt naar het drugstoerisme wat gepaard kan gaan met deelname aan het wiet-experiment. Ja, dat is natuurlijk, heeft ook een beetje te maken met i-criterium, dus het ingezeten criterium, dat mensen hier wonen. Daarvoor zouden drugs alleen toegankelijk kunnen zijn. Het risico als je dat aanhoudt, betekent dat het dan dus wel de illegaliteit in de straat opgaat. Want dan kopen mensen het in de koffieshop, lopen vervolgens een paar deuren verder en gaan het daar verkopen aan mensen die bijvoorbeeld uit België komen of uit Frankrijk komen. Op het moment dat je het nou aan hen ook gewoon kan aanbieden, dan ben je daar in die zin ook vanaf. En nogmaals, ik vind echt dat mevrouw Seridis, ze blijft maar hameren op het feit dat we dan dus geen oog zouden hebben voor de grote criminaliteit. Ik heb net drie keer gezegd, dat zit achter die grote export van 80%. Maar u moet proberen een keer, en ik zou u adviseren, ga eens een keer met Chris van Dam praten. Een oud Tweede Kamerlid van het CDA heeft daar ook al een keer wat over gezegd. Om de gedachte binnen het CDA op gang te brengen dat een jointje roken zo nu en dan op zich best kan. En dat is iets waar ik mevrouw Seridis nog totaal niet over heb gehoord. En daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar of ze dat gesprek aan zou willen gaan. Kan dat, een jointje roken af en toe? Ja, weet je, ik vind het ook niet zo interessant. Ik krijg ook heel vaak discussies met mensen. Is alcohol dan niet net zo erg? Nee, maar gewoon de vraag. Kan je, mensen hier in de zaal, kunnen zij wat u betreft af en toe een jointje roken? Ja, weet je, het maakt mij echt niet uit als studenten af en toe een jointje roken of niet. Echt niet. En wij hebben ook discussies gehad in Tilburg, binnen de Tilburgse CDA. Willen wij helemaal coffeeshops verbieden? Willen ze naar de randen van de stad? Wij zijn echt wel een reële, stadse, moderne partij. Alleen, hierin hebben we gezegd, hier ligt gewoon voor ons een grens. Dit draagt niet bij en het ondermijnt wel. Doen we niet. Wat wij wel ook in ons programma hebben, en daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want ik heb uiteraard ook naar het programma van de VVD gekeken. Wij doen ook voorstellen. Wij zeggen dus gewoon, als voor ons het grote probleem bijvoorbeeld bij die kwetsbare jeugd ligt, willen wij niet dat coffeeshops binnen 350 meter van een school of van een speelplek komen. We hebben ook gezegd, als het gaat om die harde criminaliteit, willen we mensen pakken waar het echt pijn doet. Wat wij daar moreel van vinden, doet hun niks. Wat hun wel iets doet, is als we hun geld afpakken. Wij hebben gezegd, we willen een lokaal afpakfonds, zodat we ook die wijken, dat we geld afpakken van criminelen, dat terug investeren in de wijken die last hebben van de drugsoverlast. Wij komen met voorstellen. Ik heb daar bij de VVD helemaal niks van gezien. Ja, laten we even kijken naar de uitslag van de poll op internet. Ik ben wel even benieuwd wat de voorspellende gave is van de Tilburgse student. Nou, 65% denkt dat het drugscriminaliteit in Tilburg zal verlagen. Geef dan meteen mevrouw Wijnands, Partij voor de Dieren. Los van het wiet-experiment, wat denkt u, wat kan helpen om drugscriminaliteit, wat een probleem is rond Tilburg, om dat te verlagen? Ja, ik denk dat we dan eigenlijk al best wel goed op weg zijn met initiatieven die er zijn om vooral jongeren te informeren over de gevolgen van bijvoorbeeld drugs. Dat hebben we ook gedaan met alcohol, dat doen we ook met roken. Wij zijn ook zeker voor de rookvrije generatie. Dus ik denk dat we vooral moeten kijken naar het stukje preventie en zorgen dat de jongeren goed geïnformeerd zijn over de gevolgen en dat ze daardoor weten wat voor keuzes ze kunnen maken. Ik denk dat het niet per se te maken heeft met wat jij doet vooraan die supply chain of jongeren wel of niet begrijpen wat de implicaties zijn van af en toe een jointje roken of misschien te veel of te weinig. En ik denk dat dat iets totaal anders is. Ik denk dat je dat vooral moet doen in de schoolbanken.
De VVD reageert? Ja, heel kort, hè, want ik kijk naar het verwijt dat we geen voorstellen zouden hebben hiervoor. Maar ik ben ook heel eerlijk, hè, de VVD was altijd wel een partij van repressie en hardstraffen. En zo kunnen we die georganiseerde criminaliteit aanpakken. Maar ik heb natuurlijk ook de boeken gelezen van Een Ongetemde Buurt. Ik heb het boek gelezen van Achterkant van Nederland. Daarin wordt ook geschreven dat we vooral moeten investeren in de sociale basis. Dus het staat vooral in het kopje sociale basis in ons programma. Investeer ook meer in die wijken. Zorg dat daar fatsoenlijke woningen worden gebouwd. Investeer in het onderwijs. Ik heb een mooi voorbeeld dat ik laatst bij een basisschool was. En die vertelde dat ze in contact was gekomen met de lokale sportondernemer, een bokschool. En die haalt op dit moment jongens die dan blijven hangen na het schoolplein. Haalt hij naar binnen en zegt die jongens, we gaan een potje boksen met z'n allen. Ja, dat zijn mooie initiatieven. Dat is het investeren in de sociale basis, waardoor je ervoor komt dat dit de drugscouriers van de toekomst worden. Dus ik zou mevrouw Zeridis willen adviseren om bij ons in het stukje sociale basis te kijken. En dan komen we al een stuk verder. We hebben hier nog één vraag van via de poll, geloof ik. Nou, we hebben eigenlijk twee. En dat is... Ik krijg er één. Oké. Ja, dan ga ik toch even terug naar de VVD. Ik weet niet, hoor het maar. Okay. Heel vraag van de VVD, ja. Verhaald. Ja, waarom is de VVD landelijk tegen het legaliseren van softdrugs, maar in Tilburg voor? De vraag is of dit geloofwaardig is. Ja, nou ja, terecht punt. Heel terecht punt. Ik heb nog bij de ALV gezeten. Toen hebben we ook als met name zuidelijke VVD, dus gemeentes, provincies, een amendement ingediend. Hè, geprobeerd om ook binnen de VVD legalisering van softdrugs mogelijk te maken. Ik zat aan die kant, maar hij heeft helaas niet gehaald. Dat betekent dat dus landelijk ze daar nog een andere lijn in hanteren. Daarom probeer ik vanuit mijn gemeenteraadswerk, daar waar het gaat over wiet-experiment, waar we als Tilburg aan meedoen, als een van de 10 gemeenten, groot voorstander daarvan te zijn. En we dus lokaal op die manier er wel hard voor te maken. We gaan het zo meteen weer over wonen hebben. Dus mag ik een soort van mellow, beetje semi-high applausje voor deze drie kandidaten. Want voor de zevende en het laatste debat over studentenhuisvesting gaan we praten met het CDA, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP. Dus we moeten even een kleine wissel doen. Neem je bordje mee, ja, heel goed. En dit is een stelling die we al hebben gehad. Hè. De gemeente Tilburg moet de komende jaren vooral huizen bouwen voor studenten. Dit is part 2 van de studentenwooncrisisstelling. En ik begin even met meneer Heuvelmans, want die staat hier op links. Hoe staat u in dit debat? U krijgt 30 seconden. Volgens mij is het altijd goed om op links te staan. Wat wij als GroenLinks inderdaad belangrijk vinden, dan ga ik ook deze stelling even toelichten. Wij vinden het belangrijk inderdaad dat we voor iedereen de komende jaren gewoon fors gaan bijbouwen. Maar dat betekent wel inderdaad dat je voor een aantal groepen een tandje extra moet gaan doen. Wij zeggen inderdaad erbij inderdaad, bouw extra inderdaad voor studenten, voor starters, voor senioren, maar ook bijvoorbeeld voor statushouders inderdaad. Om zo die doorstroming op die woningmarkt weer vlot te trekken. Om een concreet voorbeeld ook te geven, we hebben inderdaad een huisvestingsconvenant rondom studenten inderdaad in deze stad gesloten. Vanuit de kennisinstellingen met de gemeente, maar ook met de woningbouwcorporaties. Dat betekent inderdaad dat er tot 2025 inderdaad 1900 eenheden bijkomen. Maar de laatste cijfers tonen eigenlijk al aan dat we in 2025 3500 studentenwoningen nodig hebben. De ambitie voor studenten moet dus omhoog. Omhoog? Ik ga naar het CDA. Ja, dankjewel. Ja, ook wij vinden dat bij een gastvrije studentenstad het niet hoort dat studenten zoals 2 jaar terug in tentjes moeten slapen. Toen wij dat zagen gebeuren, de heer Van Aalen refereerde er net al aan, zijn we ook meteen in actie gekomen. Hè? Dus we hebben de oproep gedaan toen aan Tilburg, laat je ook van je Tilburgse sociale kant zien en neem zo'n student in huis. In alle wetenschap dat het geen structurele oplossing is. Maar dat heeft wel voor zo'n 150 studenten erin geresulteerd dat ze niet in zo'n tentje hoefden te slapen. Vanaf dat moment is mijn collega binnen de fractie continu in gesprek geweest met de universiteit, met de studentenvertegenwoordiging, om ervoor te zorgen dat er ook structurele afspraken komen. Die liggen er nu, daar werd net al naar verwezen. Dus ja, bouwen voor studenten, absoluut. Ik wil toch iets aan toevoegen, want als ik de stelling zo lees zoals ik hem nu lees, hè, vooral bouwen voor studenten, dan, die is net nog wat minder aan bord gekomen, dan zeggen wij vooral bouwen voor, misschien voelt u het al aankomen, senioren. Hè, dus wij zeggen, waar deze stad echt behoefte aan heeft, is doorstroming in die stad. En als je ervoor kunt zorgen dat iemand vanuit een eensgezinswoning naar een seniorenwoning doorschuift, dan levert dat 2,1 verschuivingen op, dus 2,1 andere mensen, hè, die ook een nieuwe woonruimte vinden. En dat resulteert er ook in dat er ruimte vrijkomt voor studenten, maar ze ook een eerste starterswoning kunnen krijgen. Partij voor de Dieren.
Ja, het zal je niet verbazen dat wij ook vinden dat er natuurlijk heel veel woningen bij moeten komen. Wij leggen echter niet per se de nadruk alleen op studenten. Wij zijn het eigenlijk met deze partijen ook eens dat de doorstroom veel beter moet. Wij leggen de nadruk op wat voor woningen dit zijn. Het moet duurzamer, het moet eerlijker verdeeld worden. Dus de huidige woonruimte die we hebben, of de huidige ruimte die we eigenlijk hebben, moeten transformeren naar woningen. Hè, want er is vooral leegstand, dat hebben we eerder vandaag gehoord. Dat moet eerlijker worden gedaan, efficiënter. En als we dan toch gaan bijbouwen, dan moeten die woningen zeker energie-neutraal zijn of zelfs energie-positief. Want als we dat vandaag de dag nog niet kunnen doen bij nieuwe woningen, dan gaan we echt heel erg achterlopen met onze klimaatdoelen. We gaan door naar de SP. Ja, ook de SP vond de situatie schrijnend, zoals die was in eind augustus, begin september. Mensen in tenten op de stadscamping, daar kregen we ook telefoon over. Waar het ons om gaat, ja, we moeten voor studentenhuisvesting zorgen, maar dat moeten we wel samen doen, samen met die universiteit. Het kan niet zo zijn dat je als universiteit groeit en dat je het huisvestingsprobleem over de schutting gooit bij de gemeente. Zo zijn we niet met elkaar getrouwd, dat zijn we ook niet. Maar goed, wat wij dus belangrijk vinden, veel studentenhuisvesting moet er inderdaad wel komen, maar wat voor studentenhuisvesting moet er komen? Is nou wat jullie willen, die 30 vierkante meter studiootjes waar je in je eentje woont? Of is het juist dat we onzelfstandige ruimtes gaan bouwen waar je samen kookt, waar je samen gebruik maakt van keuken, van huiskamer en waar je dus een sociaal leven opbouwt? Dat is waar de SP voor staat, dat vinden wij heel belangrijk. Ja, maar ik ben er even, je bent allemaal eens met deze stelling. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk al de hele tijd zo. Maar ik ben even benieuwd waar nou de grote verschillen zitten. U zegt, het moet dus in een ander soort woonruimte zitten. Het moet dus niet zo'n talent square, zoals daar zo'n enorme blokkendoof met allemaal van die. Daar bent u dus niet voor? Nee, daar ben ik niet voor als er geen fatsoenlijke gezamenlijke ruimtes zijn. Vindt u dat ook belangrijk? En verder hebben wij overigens in ons verkiezingsprogramma staan dat studenten ook net zo goed gewoon in de stad horen te wonen. Hè? We moeten het inderdaad, zoals meneer Jansen al zei van de PvdA, we doen het gewoon samen. Ja. En voor ons moet dat ook lukken. Meneer Heuvelband, bent u het daarmee eens? Het moet een hele goede balans zijn. Wat we de laatste jaren in Tilburg hebben gezien inderdaad, is dat vooral de druk op onze wijk inderdaad, dat er heel veel studenten in panden wonen, dat het gewoon echt uit de hand loopt. Dat we daar heel veel klachten ook vanuit andere bewoners van krijgen. Dus dat wij inderdaad als GroenLinks voorstellen, we gaan ook grootschalig bouwen. Dat zou heel goed inderdaad kunnen in dit gebied, waar natuurlijk een deel van de kennisinstellingen zitten. En daarnaast zou je inderdaad dan wel meer ruimte net over om ook inderdaad in de wijk inderdaad dan kamerverhuur toe te staan. Ja, want mevrouw Solidis Veldhoven, u zei ja, we moeten die doorstroom regelen, dat begrijp ik. Maar die student die staat volgend jaar september hier weer op de stoep. En dan heeft u die hoge senioren nog niet doorgestroomd naar die volgende woning. Ja, ik wil u niet teleurstellen over wat de doorlooptijd van een gemeente is als het gaat om bouwen. Maar voor september hebben we hier ook geen enorme woningen meer gebouwd. Nou, die containerwoningen, dat zou nog wel een theorie moeten. Ja, dat zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Nee, maar ik bedoel, we moeten qua tijdelijke oplossingen alles inzetten. Wij zijn er overigens wel voorstander van geweest dat we tijdelijk een verbod hadden op het omzetten van woningen naar kamers. He, dus omdat we zagen dat in sommige wijken het echt zo was dat er 10 studentenwoningen in zo'nzelfde straat zaten, daar ook arbeidsmigranten gevestigd, dat mensen echt leefbaarheidsproblemen gingen. Dat gaat er niet om, want ik ben bang dat ik zo ook een biertje aangeboden krijg. Het gaat er niet om dat studenten allemaal zo heel erg veel overlast veroorzaken. Maar het gaat er wel om als mensen gewoon geen binding hebben met die buurt. Hè, daar niet gewoon gevestigd zijn. Dat anders werkt. Dan willen ze geen buurtbarbecue. Dan willen ze niet op hun buurkinderen passen. Dat is gewoon een andere dynamiek. En wij vinden dat we gemengde wijken moeten hebben. Daar hebben we met verschillende voorstellen aan gewerkt de afgelopen periode. Dus daar hoort ook bij, ja, er kunnen studenten in wijken, maar niet in overgrote meerderheid. Nou, we hebben hier wat vragen in de zaal. We hebben ook nog wat vragen op de app, geloof ik. Ik geloof dat het bij dit onderwerp echt vragen regent. Marinke, gooi er eens in. Ja, aan de SP. Denkt u dat studenten dat ook willen? Woningen die niet zelfstandig zijn en waarbij dus ook geen huurtoeslag mogelijk is? Nou, weet je, ik mag hopen dat jullie dat niet alleen willen. Dat je niet alleen maar die studio's wilt met 30 vierkante meter. En weet je wat het probleem daarmee ook is? Dat zijn projectontwikkelaars die deze studio's bouwen. Die worden verhuurd tegen een huurprijs, net tegen de liberalisatiegrens aan. En dan krijg je huurtoeslag. En waar verdwijnt dan ons belastinggeld? In de zakken van de projectontwikkelaars. En dat is waar wij niet mee eens zijn. Maar het kan natuurlijk wel. Het is wel toch een prettige woonplek voor een student, om iets voor jezelf te hebben, je eigen badkamer. Dat kan, maar die keuze is er voldoende volgens mij in Tilburg. Want we hebben bij het belastingkantoor is helemaal verbouwd tot 30 vierkante meter. Aan het spoor wordt er weer eentje gebouwd met alleen maar door dezelfde projectontwikkelaar overigens. Ook 30 vierkante meter woningjes. Ja, nou ja, weet je, ik heb het
aan mijn eigen kinderen gevraagd, waar gaan jullie voorkeuren uit? En die zeggen echt onzelfstandige ruimtes, want dat vinden we ook veel gezelliger. Tijdens corona zijn er heel veel studenten hebben zitten verpieteren op hun kamertje en is er dus veel eenzaamheid ook ontstaan onder studenten. En dat vind ik ook heel jammer. Maar het is natuurlijk altijd blijft een eigen keuze. Hè? We hebben hier nog een vraag uit de zaal. Yes. Oké, kijk, bedankt aan het CDA. Want u geeft aan dat de doorstroom voor senioren voor het CDA belangrijk is. Maar ik was benieuwd naar de doorstroom van studenten naar bijvoorbeeld starterswoningen. Want in principe is Tilburg natuurlijk van oudsher een werkende textielstad. En zou dat dan niet belangrijker zijn voor Tilburg ook überhaupt even functioneel belastingswijs gezien? Ja, het hele idee van doorstroom is dat dat eindigt met de student die zijn starterswoning betrekt. Hè? Dus dat op het moment dat een starterswoning die nu bezet wordt door een gezin met twee kindjes die eigenlijk een te kleine tuin heeft, te klein huis heeft, dat die door kunnen naar een tweekapper ergens. En dat mensen die daar wonen, die gewoon een zolder en een bovenverdieping leeg hebben staan, dat die doorschuiven naar een seniorenwoning. Dus dat is het idee van doorstroming. Dat zou ook goed moeten zijn voor een student die straks een starterswoning wil. Het is overigens zo dat het woningaanbod in Tilburg qua betaalbare woningen, starterswoningen, in vergelijking met andere grote steden best groot is. Hè? Dus het is zo dat je hier best nog wel, ja, ik durf er in deze tijd bijna niet over te praten, want het is belachelijk wat je voor een huis betaalt. Maar relatief gezien kun je hier nog wel betaalbaar wonen. Dus ik denk dat het aanbod betaalbaar wonen, starterswoningen, best aanwezig is in Tilburg, maar dat het voor een deel gewoon ook bezet gehouden wordt door mensen die eigenlijk toe zijn aan de volgende stap, maar er daar niet tussen komen. Meneer, mevrouw Wijnands? Ja, ik wil daar even op aanhaken. Want ik denk eigenlijk dat de beschikbare starterswoningen helemaal niet genoeg aanwezig zijn in Tilburg. Ik sta zelf namelijk al ongeveer 8 jaar ingeschreven bij de woningbouw. En ik kom nog steeds niet aan een goedkope sociale huurwoning. Dat ik nog steeds ongeveer plek 50 ondertussen, onderaan sta. En met een studieschuld en met nog geen vaste baan, met geen vast contract, kom jij niet aan een starterswoning en je komt niet aan een hypotheek. Je moet in ieder geval al 15.000 à 20.000 in kunnen leggen. Hoe kom je daar aan als student? Die woningen zijn er niet. Ja, het was niet mijn bedoeling om een soort relaxedheid uit te stralen rondom het vinden van je eerste woning. Ik zeg alleen, de woningen zijn er wel. Ze staan alleen niet leeg. Dus jij kunt er niet in. Omdat ze bezet gehouden worden door iemand die eigenlijk een volgende stap zou moeten maken. Dat is waarvan ik zeg dat het grote probleem zit. En natuurlijk ontwikkelen we ook starterswoningen. Want we gaan echt niet alleen maar voor senioren bouwen. Alleen wat we wel zien, als we gewoon een analyse van ons woningaanbod zien, zien we dat daar een tekort aan zit. En zien we dat daar echt ook voor veel mensen een oplossing zit. Dus daar wilde ik nog even op ingaan. Ook omdat het net niet aan bot is gekomen. Maar het is niet zo dat ik een soort relaxtijd heb rondom dit thema. Want het is gewoon een probleem. Moeten we een oplossing voor vinden? Alleen maar bouwen voor een starter levert 1 verschuiving op. Bouwen voor senioren 2,4. Nou ja, ik kan rekenen. Heel veel mans, wat is uw oplossing voor die starters? Of die student die bijna afstudeert of net afgestudeerd is, hier wil blijven? Volgens mij is er een brede overeenstemming inderdaad dat we meer moeten gaan bouwen. Volgens mij is dat ook het halve verhaal. Nadat je niet verder komt dan alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. Wat ik heel vaak bijvoorbeeld bij de VVD hoor. Volgens mij moet je ook de bestaande woningvoorraad gewoon veel beter gaan verdelen. We weten inderdaad in Tilburg dat een aantal honderden panden leeg staan. Wat GroenLinks betreft gaan we gewoon een leegstandsbelasting invoeren. Panden die leeg staan en waar mensen niet in wonen, dat is eigenlijk bizar. We hebben in Nederland een situatie gecreëerd inderdaad dat huizen opgekocht kunnen worden. Dat ze daarna inderdaad weer in de verhuur gezet kunnen worden voor gigantisch hoge huurprijzen. Woningen zijn een soort van handelsobject geworden voor mensen om er nog rijker van te worden. Het is volledig doorgeslagen. Ze moeten inderdaad veel strikte regels inderdaad stellen om die doorgeslagen marktwerking gewoon weer terug te brengen. Dus die woningbelegger, daarvan zegt u tabé? Ja, dat kan niet meer. Vindt het CDA dat ook? Ja, ik vraag toch even, want ik kijk toch even naar welke partijen op het podium staan. Dus dan dat is een van de redenen waarom we die opkoopbescherming in Tilburg nu ook ingevoerd hebben. In Tilburg kun je dus even niet opkopen, omdat we juist die betaalbare woningen willen beschermen voor die starter die echt zich in Tilburg wil vestigen. Dus absoluut, daar zitten wij volgens mij helemaal op één lijn. Ja, en toch, meneer Hofmans, een ander punt wat in de woningmarkt absoluut niet kan ontbreken als je die discussie voert, is waar ga je die huizen bouwen? Ja. In het groen of in de binnenstad? Ja, u zegt meteen nee. Maar is dat echt een no-go? Is een no-go inderdaad. Omdat wij als GroenLinks inderdaad hebben er heel goed over nagedacht. En we hebben een aantal locaties in de stad ook gevonden inderdaad, waarbij we denken inderdaad dat het kan. We hebben een jaar geleden inderdaad al een voorstel inderdaad gedaan om de kanaalzones een beetje, waar een groot gedeelte van onze stad inderdaad in het noorden inderdaad langs loopt, dat we daar een kans inderdaad zien om daar duizenden woningen te bouwen. Dat betekent misschien inderdaad ook dat een aantal bedrijven die daar zitten, dat we die inderdaad gaan wegplaatsen inderdaad naar een ander bedrijventerrein. Maar daar zien wij inderdaad heel veel kansen inderdaad om daar heel veel woningen bij te bouwen.
Er wordt gelachen aan de achterkant. Ik even. Dat mag. Ik ga even naar het SP. Ben je het eens? Ja, waarom wordt hier gelachen? Omdat dit de discussie is rond wijken voor. Zeker. Ja, daarom wordt er gelachen. En daar zijn bepaalde partijen voor. En een aantal partijen zijn daar erg tegen. Maar goed, wij willen ook niet in het groen bouwen uiteraard. Want we hebben veel te weinig groen. En mensen, het lijkt heel veel als je vanuit een flatgebouw kijkt. Maar dat is niet zo. Wij staan echt in de top 5 van meest versteende steden van Nederland. En daar moeten we ook iets aan doen. Maar goed, dus nee, niet bouwen in het groen. Maar je zult dus de hoogte in moeten. Ja, daar zit niks anders. Dus nog meer woontorens in de binnenstad. Ja, maar ja, het is heel vervelend, ja. Ja, mevrouw Wijnands? Ja, ik denk dat wij eigenlijk een vergelijkbare positie daarin hebben. Want wij vinden ook dat we in de eerste plaats de huidige ruimte efficiënter moeten verdelen. Hè? Je kan eventueel panden opsplitsen. Je kan best wel veel doen met de leegstand. En als volgende moeten we kijken waar kunnen we de bebouwing wat verdichten. Hè? Dus wanneer het past in het straatbeeld, wanneer er genoeg ruimte is voor groen, want dat heeft voor ons zeker prioriteit, dan moeten we inderdaad de hoogte in, daar waar het kan. Want daar staat al bebouwing, of daar een paar verdiepingen opkomen, als het past in het straatbeeld, dan is dat voor ons een veel betere optie. Een skyline, hè? Dan wordt het echt een wereldstad. Toch, mevrouw? En dan als laatste, hè, ga je pas kijken naar waar je om de stadskernen heen verder kan gaan bouwen. En dan pas ga je kijken naar eventueel bouwen op plekken waar nog geen bebouwing staat. Laatst voor dat CDA, daar gaan we nog wat vragen doen en dan ronden we langzaam af. Wat over zegt dit maar? Nou ja, ik wil alleen nog zeggen, ik denk dat het gewoon hartstikke mooi is dat Tilburg ook aan het verstedelijken is. En dat we ook de hoogte ingaan. En dat ook alleen maar kan bijdragen aan de uitstraling van onze stad. Dat zie je ook met woongebieden rondom de Piershaven die we toegevoegd hebben. Dus ik denk dat dat een super mooie strategie is voor de ontwikkeling van onze stad. Ik wil er één ding aan toevoegen. We zijn het volgens mij allemaal redelijk met elkaar eens dat we binnen de grenzen van de stad bouwen. Ik vind bij de dorpen dat we daar wel een uitzondering kunnen maken. Dat die echt wel wat ook naar buiten kunnen groeien. Omdat we zeker bij een nieuw dorp, voor onze gemeente Biezenmortel bijvoorbeeld, zien dat als zij ook nog een school in de lucht willen houden, andere voorzieningen in de lucht willen houden, dat ze daar echt wel ruimte voor groei moeten krijgen. En dat dat ook weer kansen biedt bijvoorbeeld om in dat gebied een extra treinstation toe te voegen. Dus ook voor de ontwikkeling van die stad, primair binnen de grenzen van de stad, maar je mag wel wat de randjes opzoeken. Twee korte reacties. Eerst even GroenLinks, daarna Partij voor de Dieren. Nou, dit punt inderdaad van het CDA kan ik steunen inderdaad qua de dorp inderdaad natuurlijk laten groeien. De voorzieningen inderdaad zijn er inderdaad allemaal. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Biezenmortel, onze kleinste kern, nog geen 1000 inwoners volgens mij. Daar is het echt belangrijk inderdaad dat er meer huizen gaan bouwen, inderdaad, zodat het dorp iets natuurlijker kan groeien. En zodat er in ieder geval ook gewoon een fatsoenlijke gevulde basisschool kan zijn in zo'n dorp. Van Wijnands? Ja, dus dan bent u het met ons eens dat als we toch in die dorpen, in die landelijke gebieden gaan bouwen, dat we dan ruimte maken en de vee-industrie wat inbeperken. Oh! Nou, daar mag het CDA toch even op reageren. Wij vinden dat er ook in Tilburg ruimte is voor een buitengebied. Daar kan ook agrarisch ondernemen onderdeel van uitmaken. Maar we vinden het zeker zo dat ook wonen belangrijk kan zijn. En het kan betekenen dat je ook agrarische bedrijven transformeert naar wonen. Absoluut. Ja. Goed, we gaan wat vragen uit de zaal. We hebben trouwens het debat over Wijkenvoort hebben we even overgeslagen vanavond. Maar ik kan het aanraden, Google dat dossier vooral even. Dan heb je een hele avond geweldig leesplezier. Marinka, vertel. Ja, we hebben een aantal vragen. En ik denk dat er ook een vraag is gekomen naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Oosterbos. Blijft een eigen keuze als je afhankelijk bent van het aanbod? Dus de keuze om niet in een echte studentenwoning met meerdere studenten te wonen, maar er wel voor te kiezen om juist in een studio te gaan wonen. Nou ja, weet je, als het aanbod er niet is, dan heb je dus inderdaad geen keuze. En dat is heel jammer. Dus we moeten juist zorgen dat studentenhuisvesting wel dat er aandacht verdient en dat het dus wel een keuze is. Oké, en eigenlijk daar eentje die daar nog aansluit. De SP houdt al jaren een rijtjeswoning in de Piershaven bezet als SP-pand. Ja, ik krijg hem vanuit de reacties. Is de SP bereid om hier mensen te laten wonen? Nou, het mooie opmerking. Maar het bijzondere is dat er woont ook iemand in ons pand. Dus wij houden niet het pand bezet dat het wordt onttrokken aan woonruimte. Overigens, wat eigenlijk nog te weinig aan bod is gekomen, maar daar hebben wij ook een plak. Ik weet niet of je die plakactie hebt gezien. We hebben een plakactie gehouden. Wie woont hier? Inderdaad, zoals toen straks al gezegd werd, meer dan 100 woningen staan al leeg. Gisteren was ik bij het appartementencomplex Paleisring. 10 appartementen staan daar gewoon leeg. Sociale huurwoningen. En we doen er helemaal niets aan.
Dan hadden we nog een vraag vanuit de comment-sectie. En dat is, D66 is de studentenpartij van Nederland. CDA zijn niet mijn woorden, de oudere partij van Nederland. De SP, de zorgpartij van Nederland. Ja, wat is eigenlijk het kernpunt van GroenLinks? Klimaatpartij. En in de zin van huisvesting en echt puur op dat? Ja, ik vind het iets te makkelijke vraag, maar volgens mij moeten we net voor iedereen blijven bijbouwen. En zorgen dat iedereen... Wonen is een grondrecht. Dus ik vind niet dat we daar een discussie naar moeten maken tussen studenten of starters versus senioren. We moeten voor iedereen bijbouwen en moeten echt de grenzen aan de doorgeslagen marktwerking moeten gewoon indammen. Is er nog een vraag in de zaal? Want dan gaan we afronden, hoor. Niemand? De jongen in het midden, die we iedere keer... Oh nee, dat was de vorige, oké. Okay. Ja, Wiet, dat vond je wel interessant natuurlijk. Ja. Goed, mag ik een applaus voor deze vier? En, we zijn nog niet helemaal van jullie af, want we hebben van iedereen vragen we nog even een slotwoord. We hebben geloof ik de alfabetische volgorde. Ja, dan mag u mevrouw Veldhoven, mag u beginnen, want CDA is de C. Ja, normaal doe je het van groot naar klein, maar we hebben deze keer voor het alfabet gekozen. Doe maar niet. een kort slotwoord richt u nog even tot de student van Tilburg. Wat u ze nog mee wil geven voordat ze de keuze kunnen maken voor de verkiezingen straks. Ja, nou, dankjewel voor deze avond. Ik heb vanavond veel gesproken over zoals straatintimidatie en wie teelt en net over woningbouw. Maar ik denk, ik ben de avond ermee begonnen. Ik denk dat het vooral ook belangrijk is te onthouden dat wij ook gewoon die partij van de samenleving zijn. Hè? Wij zijn van dat middenveld, wij zijn van die verenigingen, wij zijn van de sportverenigingen, de studieverenigingen, de studentenverenigingen, de evenementen waarmee je straks gewoon een toffe tijd hier in Tilburg hebt, als het weer mag. We zijn ook de partij van het gewoon doen, samen de schouders eronder. Zo'n voorbeeld als neem een student in huis. Als je iets ziet gebeuren waar je als dan. We hebben creatieve voorstellen voor waarmee je straks een baan kan vinden in Tilburg. Waarmee je straks een huis kan vinden in Tilburg. We staan voor een gemeente die ook die initiatieven van jou en van mij oppakt, versterkt, verbindt en groter maakt. Want nou, dat is onze slogan. Samen maak je Tilburg. Dankjewel. Jort Molenaar van... Oh ja, een applaus mag hoor. Dat is... Het was zo dat jullie je goed hebben gehouden aan het niet te boeien en niet te applaudisseren naar statements. Dat was fijn vanavond. Jort Molenaar, D66. Ja, dank jullie wel. Ik denk dat als we vandaag van het debat één iets mogen meenemen, is dat het lijkt in het landelijke nieuws alsof alle partijen ontzettend ver uit elkaar liggen. En dat er ook wel degelijk verschillen zijn, maar dat uiteindelijk er wel heel veel partijen zijn die toch met heel erg vergaande mate de neus dezelfde kant op hebben. En dat is eigenlijk heel leuk, want dat betekent dat hoe dan ook, ongeacht welke partij de verkiezingen gaat winnen, dat we zometeen heel veel bij gaan bouwen in Tilburg. De nuance daarin is echter dat als we gaan kijken voor wie er ook daadwerkelijk gaat worden gebouwd, dat het D66 bereid is om die keuzes te maken in het voordeel van de student. En als het moeilijk wordt, niet alleen gaan voor de makkelijke keuzes, maar echt gaan en doorzetten voor de keuzes waar studenten profijt van hebben. Het was mijn allereerste debat. Ik vond het eigenlijk ontzettend leuk om te doen. Heel leuk dat jullie er allemaal waren. En ongeacht wat jullie gaan doen, ga stemmen 14, 15, 16 maart. Edwin Heuvelmans van GroenLinks. Yes, dankjewel. Staat hij nu? Aan, volgens mij wel. Ja. Met de laatste woorden die Jort eindigde, wil ik in ieder geval ook nog mee gaan beginnen. Ik doe echt een oproep inderdaad, ga stemmen. Tilburg inderdaad scoort altijd heel goed met de laagste opkomsten van het land. Bij allerlei verkiezingen. En volgens mij kunnen we dat in ieder geval zelf als stad al beter doen. Dus 14, 15, 16 maart, ga stemmen. De gemeenteraad gaat over superveel belangrijke onderwerpen. Er is ook echt iets te kiezen, hoewel op heel veel zaken dat we ook wel nou, ongeveer hetzelfde denken met nuances. Maar ga vooral stemmen. Dat is in ieder geval mijn eerste oproep. Tweede oproep. Wat wij in ieder geval als GroenLinks kunnen doen is de komende jaren keihard blijven inzetten op klimaatverandering. Een stad waar iedereen zichzelf kan zijn. En we blijven volop investeren, zodat iedereen in deze stad mee kan doen. Zo blijven wij in ieder geval werken aan een groen, sociaal en open Tilburg. Dankjewel. Ja, u zit op volgorde. Dus meneer Van Aarle, u bent dan een lokaal Tilburg of zeg maar Frans. Staat hij aan? Geen idee. Ja. Ja. Dan ga ik ook maar even staan. Ja, als jullie, en ik hoop dat die boodschap vanavond duidelijk is geworden, als jullie inderdaad willen dat die huisjesmerkers worden aangepakt, dat die panden weer goed worden onderhouden, en dat die leegstaande panden, die er echt honderden zijn in de stad, dat die inderdaad, die leegstandsverordening, die al 8 jaar in de ijskast ligt, dankzij de landelijke partijen. En hier zitten partijen, die zitten al 8 jaar in een coalitie, en die hebben 8 jaar lang die leegstandsverordening tegengehouden. Wij willen die gewoon oppakken. Aan de slag ermee. Zorg dat die leegstaande panden voor u beschikbaar worden gesteld. En ga in hemelsnaam stemmen op de winnaar van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Dat zijn de lokale partijen. 35% tot 40% van de Nederlanders gaat lokaal stemmen. Wij zijn de enige echte democratische lokale partij van Tilburg. 16 maart, lokaal Tilburg. Meneer Jansen. Ja, dankjewel. Ja, eerst jullie dank voor je komst en vooral voor je betrokkenheid. En ik wil eigenlijk niet alleen maar zeggen ga stemmen. Maar jullie behoren tot een hele kleine groep die dusdanig betrokken is dat je naar een debat gaat. Probeer ook te kiezen voor een partij en sluit je ook aan. Of als je geen zin hebt om ergens lid te worden van een partij, word op een andere manier ook actief. Dus ik zou eigenlijk de boodschap net iets breder willen maken. Jullie betrokkenheid, probeer dat ene stapje extra te zetten. Want voor de PvdA, hè, de CDA staat voor samenleving, maar de PvdA staat voor samenleving met een hoofdletter S. Dat is altijd leuk als je later kan spreken, dan kun je nog even iets extra's aanzetten. En studenten horen bij ons bij. En dan gaat het om mbo-studenten, dan gaat het om hbo-studenten, dan gaat het om universitaire studenten. De hele samenleving. Wij gaan voor een sociaal, eerlijk en groen Tilburg. Met studenten erbij als studentenstad Tilburg. Dankjewel. Wijnands. Ja, ik dacht, mijn achternaam komt als laatste, dus ik blijf even staan om het moment te pakken. Maar, ja, ik doe graag ga zo verder, ja. Ik denk dat het vandaag over hele belangrijke thema's is gegaan. Zoals je misschien kan voorstellen, is het niet over onze belangrijkste thema's gegaan. Heeft het nog geprobeerd? Even ja, ik heb het nog even geprobeerd, maar ik wil hem nu toch nog even ingooien. Wij zijn namelijk de eerste generatie die de gevolgen van de klimaatcrisis meekrijgt. En wij zijn ook eigenlijk de laatste generatie die er wat aan kan doen. Dus als je gaat stemmen, denk na wat... Wat kan mijn stem nou teweeg brengen op lange termijn? Hè? Er zitten hier partijen die zijn al gezeteld, die zitten al in de raad. En toch zitten we in een klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, wooncrisis, GGZ-crisis, stikstofcrisis en coronacrisis. Nou, die laatste kunnen ze misschien niet heel veel aan doen. Maar we zitten nu eenmaal in deze situatie. We moeten natuurlijk verder vooruitkijken dan alleen de komende 4 jaar wat we voor de studenten gaan doen. Wij hebben een planeetbrede visie en dat hebben wij nodig. Dus stem verstandig en stem met je hart. Mevrouw Oosterbos van de SP. Hij staat aan. Oh. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. De SP gaat voor een bruisende stad en gaat echt niet alleen maar voor zorg, zoals ik net te horen kreeg, maar die bruisende stad waar iedereen mee kan doen en waar iedereen een betaalbare woning heeft. Ook groen vinden we heel belangrijk. Dus ik zou alleen maar willen zeggen, als je bent voor een groene, sociale, inclusieve, maar vooral ook eerlijke stad, strijd met ons mee, stem SP. En tot slot de VVD. Ik dacht, ik kon toch nog heel even hier staan. Want het is allereerst ontzettend leuk om te doen. Leuk om hier voor deze hele zaal ook met elkaar, hè, met mensen die bevlogen zijn, bepaalde ideeën hebben wat ze willen met de stad. De heer Van der Donk begon daar ook al mee. Belangrijk, mensen die zich in willen zetten voor de stad. En ontzettend leuk om daarmee het gesprek aan te gaan. Er valt ook echt wat te kiezen als Tilburgse VVD. We hebben dan de slogan, we gaan werken voor Tilburg. Dus we gaan niet dromen, we hebben het niet over Tilburgs geluk. We gaan echt aan de slag. Dat is nodig, dat verdient ook onze stad. Daar willen wij ons hard voor maken. Stemadvies, als je dat nodig hebt, weet ons ook te vinden voor 14, 15, 16 maart. En voor nu als laatste zou ik nog even willen zeggen, ik wens jullie ook een hele fijne carnaval. Want het mag weer, ik ga zelf ook op pad. We zullen geen campagne dan gaan voeren. Wellicht kom ik jullie dan tegen en anders hopelijk op 16 maart tijdens de laatste dag van de verkiezingen. Dus dank jullie wel. Goed. Het zit erop. Dank allen voor de komst. Ik geloof dat de organisatie van het studentenbad nog iets wilde zeggen. Maar ga je dat daar doen? Oké, ik ga het daar doen. Dank in ieder geval voor jullie aandacht en geduld. Dank u. Oké, hoe gaat deze aan? Staat hij al aan? Ja, oké, stop. Wij wilden jullie natuurlijk allemaal hartelijk bedanken voor het kijken. Fijn dat jullie hier aanwezig konden zijn natuurlijk in de zaal en via de livestream. Want de laatste keer dat ik keek hadden wij 450 kijkers. Dus dat is een behoorlijk aantal. Wij vonden het een mooie en interessante avond. En wij willen natuurlijk graag de sprekers, de politici, graag bedanken. En onze dagvoorzitter Thomas van Groningen. En verder wensen we jullie gewoon een hele fijne avond. En ga zeker stemmen op 16 maart. En dan komen nu de commerciële leden met de bloemetjes.